welcome to the next level. Hey yo, what is good everybody? Welkom bij een nieuwe stream van yours truly MC The Tick. We gaan vandaag een open sessie Mario Kart stream houden. Oftewel, vroom vroom en harder ook. Ja man, ik heb er best wel zin in, want de aandacht ernaar is best wel hoog, zeg ik je heel eerlijk. Ja, dat is de open sessie, man. Iedereen mag het op zijn eigen manier doen. Je kijkt, je kijkt. Hier wil je een party aan het doen, behang je een party. Wil je mee, kijk alleen. Maar, als je wil meedoen, hey, welkom, welkom, welkom. Je weet het. Ik moet eventjes nog... Ik heb het niet helemaal laag. Ik heb wel wat voorbereid, dat is heel eerlijk. Maar, dat is echt niet erg. Je weet het. Dat is alleen. Ik hoor nog steeds muziek. Ja, oh, dat is, sorry, mijn fout. Zo, en ik heb het nog... Dank, zie je? Hè? Oh, shit! Hey, goed dat je aan de bel trok, man. Nee, dit is niet de bedoeling. Ik had het nog zacht gezet ook. Zo. Hoe is het nu? Ah, goed. Perfect. Ja, jongens, nogmaals. Even rewind. Ja man, even een shout-out. Ach, eerst even een shout-out geven aan Moving Steam. Nou goed dat ik zelf heb aangegeven dat het echt dat het niet helemaal lekker gaat sprankelen gaat met de preparations. Want ik had weet je wat het was? Weet je wat het eigenlijk was? Ik had die stream, die eerste stream, of toen ik voor het eerst live ging vandaag. Of toen ik... Ik moest twee keer live gaan omdat die eerste... Omdat mijn OBS gewoon voor. Nou, ik dacht, waarom hoor ik nou geen muziek? Want ik hoor intro muziek. Ik hoorde dat niet. Ik denk, wat gebeurt? Voor mijn koude OBS gewoon. Ja, ik word er helemaal lijp van soms. Of van dat pleuris ding. Ik zeg je heel eerlijk.
Echt. Ik heb zoiets van, doe gewoon voor de fok normaal, man. Maar goed, we zijn er. Hoe gaat het met iedereen? Hoe gaat het met Movies 10? Ik heb al gezien dat het gewoon goed met hem gaat. Lekker bezig, pik. Maar gaat ook prima. Gewoon, ik ben blij dat... het is echt 95%, ja, 95% muziek, 5% jou. Nou, jongen. What up? Welkom bij een nieuwe stream van yours truly, MC The Tick. Vandaag gaan we een open sessie Mario Kart stream houden. Wat inhoudt dat ik een room ga aanmaken. En iedereen, ongeacht wie, lekker welkom is om mee te racen. Ik ga in de party zitten met een aantal homies, weet je. Maar ook, wie wil meedoen? Wie wil mee racen? Jullie, hey, kom erbij, man. Kom erbij. En even nog een disclaimer. En dat ga ik gewoon doen omdat het gewoon dat het kan. Ik ga namelijk de chat alleen op followers only houden. Om even wat meer expliciet te zijn. Voor vandaag alleen. Dus dit is gewoon followers only mode. Dus voor de mensen die willen mee chatten. Weet je. Kom maar drop een follow, man. Normaal doe ik dat niet, maar ik wil voor deze gelegenheid volop maken, man. En daar, ja, gewoon effort, weet je. Want ik ben 7 volgers verwijderd van mijn 200 volgers doel. En ik wil het op deze manier ook proberen. Ja, ik hoop dat het gaat lukken. Vandaag te halen. Het zal tof zijn. Ik heb zelf geen deadline gezet of zo, weet je, maar... Die 200 zal gewoon even, het zal zo'n sweet zijn, you know what I'm saying? Ik zie dat ik een invite heb gekregen. Maar dan moet ik even... Moet even gewacht worden, want ik doe natuurlijk mijn intro rustig. Pre-roll ads disabled voor 11 minuten. Geen stress. It is what it is, you know what I'm saying? Nou, doen we dat eventjes zo, you know what I mean? Ja, man. Ja, zoals ik al zei, een beetje een saaie werkdag, niet echt heel veel bijzonders, maar ja, we hebben het wel overleefd, weet je. We kunnen ook nu lekker een lang weekend vieren, want aanstaande maandag is tweede Pinksteren. Dan zijn we gewoon, is de company dicht, weet je. Ik ga nog wel wat schoolbusiness doen, maar wel lekker langer in bed liggen, want ik moet... Echt veel beter. Ik moet veel beter gaan slapen. Want Zribitories zijn niet fresh. Ik bedoel, laat ik het zo zeggen. De hele week slaap ik al echt gewoon niet zuiver. Niet veel. Omdat ik gewoon elke keer gewoon langer wil opblijven. Terwijl ik vroeg op moet voor werk. Dan doe ik het gewoon zo. Kan ik gewoon een uurtje later beginnen. Dan normaal, dat weet je, dan ga ik nu later weg. Maar dan weet ik wel dat ik bijvoorbeeld voor de PlayStation Showcase even dan langer daarvoor even langer kan opblijven, weet je. Maar ja, goed. Het is een beetje zo ingespeeld. Wie er allemaal gaat meedoen, tenminste in de, van de homies, Sniper Looney, Mosquito Smasher, Joshua Koen, Movies Team, zoals je... Die doet ook mee. We zijn al best wel met een aantal man, weet je. Dus het kan alleen maar aangevuld worden. Want ik heb ook meegekregen dat Casey gaat meedoen. En ik vind het heel tof dat Casey... Dat we zijn freaking Pac-Man helm echt tof vinden. Dat gaf hij ook gisteren aan toen ik Injustice speelde. Van hey, ik ga gewoon weer met mijn Pac-Man helm. Kom ik even terror zetten. Nou, dat die terror zei hij niet, maar wel dat is wel de insteek, of course, om even vuur te geven. En dat is ook super belangrijk, snap je? Ik weet niet hoe ik het ga doen. I don't know how I am going to play this ish, maar ik kan wel het volgende zeggen. Dat, ik ben ready. Het is binnen een minute, weet je. Het is binnen een minute dat ik die game heb gespeeld. Zeker hoe welke poster achter mij hangt. En Luigi's Mansion 3, man. Luigi's Mansion 3 hangt hier achter. Ja, zeker. Die had ik tijdens de Gameforce gekocht.
vorig jaar. Kraampje dat gewoon voor 5 euro per stuk, als je dan meerdere kocht, posters verkocht, man. Hele nice shit. Heel veel ook aan mijn zus, broer, neefje en neven gegeven. Zeker hoe mijn neefje enorm weg is van Mario. Dat is echt absurd. Hij vindt het echt super sterk. Dus ja, man. En ik zie dat we nog een paar minuten hebben. Dus ik kan alvast. Ik ga alvast de boel klaarzetten. En ik. Even als. Wat ik ook ga doen. En dat is eigenlijk gewoon puur. Op basis van de laatste keer. Op basis van de laatste sessie. Ik ga zo switchen hoor. Op basis van de laatste sessie. Dat ik. Dat er best wel. Werd, kritiek werd gegeven over de wisselvalligheid van custom items. Dus dat het al best wel vrij hectisch werd en wisselvallig, waardoor sommige. Nou ja, de een zei dat hij niet echt. Dat het echt. Het was geen van hot naar her. Dus dat het elke keer de een was. De een was bijvoorbeeld alleen bullet bills, de ander was alleen blauwe schilder. Het was heel erg onregelmatig. En de anderen die zeiden meer. Ja, dat het helemaal niet. Dat het leuk is voor één potje, maar niet vier achter elkaar. Dus wat ga ik doen? Ik ga gewoon normaal. Ik ga gewoon lekker default. De items vasthouden. De normal items kiezen. Totdat er opeens iemand zegt. Ja, ik wil best. Dit mag eruit. Of dit mag erin. Doe ik het zo. Maar ik ga het zelf niet bepalen. Ik ga het. Weet je. Want het moet wel voor iedereen leuk blijven. Kijk. Ik liefst speel ik gewoon met geen muntjes. Want dan. Maar we gaan gewoon. We gaan gewoon kijken tot hoe ver iedereen. Tot hoe ver iedereen het prima vindt. En dan gaan we het op die manier aanpakken. Ja, ja. Dus. Ik heb al een room aangemaakt. En zoals ik al zei. Het is een open sessie. Dus wie wil meedoen. Doe mee. Voor de peeps die. Want ik heb ook een heleboel. De mensen die requests hebben gestuurd. Die heb ik ook gewoon nog in mijn vriendenlijst gehouden. En die kunnen dan. En het kan ook gewoon zijn dat ze gewoon random oppoppen, weet je. Dus. Hey, don't hesitate, man. We zijn lekker. We gaan lekker gewoon racen. And this is how we do it. Even kijken. Was er nog iets waar ik naar moest kijken? Ik weet het niet eerlijk gezegd. Ik weet gewoon van niets. Ik weet niet. Nou, even nog een beetje kijken. Maar ik zie dat. Ik ga de party in. Ik ga ook nog. Oh ja. Even swappen. Ja, perfect, perfect. Ervoor zorgen dat we dus. Ik ga ook ervoor zorgen dat ik in verhouding wat beter. Glas op je tafel. Nee, dat was niet de bedoeling. Even kijken hoor. Ik zit even te kijken hoe het zit met. Verhouding van het geluid. Zeg maar, verhouding van het geluid van de game en natuurlijk van de chat. Want ik wil de chat nu meer horen dan. Ik wil de chat nu echt veel meer horen dan. Dan de muziek, weet je, van de game. Dus als het wat zachter is. Al. Het zij zo. Doe het gewoon even zo. Maar ik ga wel alvast de party joinen. En dan, let's go. Even voor zorgen dat. Audio. Ja, dat dacht ik al. Microfoon Elgato Wave 3. Zet hem ietsje qua sensitivity wat lager. Zodat ik dan niet. Dat mijn stem niet overheerst. En dan. Dan gaan we kijken wat ze hebben. Goed. Ik zie dat het best wel druk is. Was good. Ja, yeah, was good. Hey, ik maak heel even Planet Lana af. Mm-hmm. Want ik ben, even kijken, nu 3 uur en 48 minuten bezig ongeveer.
Zo. Dus ik zit... Is hij leuk, die game? Hij lijkt me leuk. Hij is echt leuk. Hij is echt verrassend leuk. Hij is... het is in principe gewoon Inside of Limbo. Ja, weet je. Exact wat het is. Oh, I get it. En als je goed kijkt naar... Maar het is ook van dezelfde makers, hè? Dus dat is niet zo heel vreemd. Oh. Ik vind hem heel veel van War of the Worlds. Zeker weten. Play Dead Games. Elementen erin hebben. Play Dead Games. Maar Limbo is van Play Dead, hè? Voor mij is het geen Play Dead, hoor, dit. Even kijken. Dit is volgens mij van dezelfde makers. Ik kijk even, hoor. Planet... Want er wordt dan eeuwigheid op het vervolg van... Nou ja, vervolg, maar de nieuwe game van die gasten. Klopt, zo. Hoe lang is Inside van niet geleden, joh? 2016. Planet of Lana is uitgever... Dat is 2016. Ja, man. Toch. Ja, die game was... Hij werd zelfs als Game of the Year. Zo! Inside was een crazy game, man. Ik zeg de hele tijd dat het van de makers van Inside is. The money goes into my het is dezelfde soort game dan. Want ik zat op Steam en dan wordt... Onder deze game wordt die andere game ook precies. gegooid. Omdat ze erop vinden lijken, ja precies. Mm-hmm. Ik ga heel even kijken. Zo, heel erg bedankt, heel erg bedankt Movie Steve, voor je donatie, man. Jemig, man. Zo. Wie? Stefan, die heeft gewoon €25 gedoneerd. Zo. Oh, dan. God damn. Dat is ja, man. Super nice. Heel erg bedankt, man. De tering. Leuk, man. Ja, man. Oh, vet. Echt super dope. Leuk, man. Zeker. Oké. Okay. Planet of La. De ontwikkelaar is Wishfully. Oké. Okay. Die ken ik niet. Is nieuw. Wishfully heeft ook Brick Tales gemaakt van Lego. Oh, die hem. Die hebben ze gemaakt. Nee, dat weet ik niet. Ja, heel aantal, man. Ik dacht dat het dezelfde... Oh, weet je welke... Weet je wie wat hun ook hebben gemaakt? De Gunk. Oh, really? Gunk vind ik niet goed, man. De Gunk. En hun hebben SteamWorld Dig gemaakt. Ja, die was fantastisch. 1 nou, en 2, die vond ik geniaal. Ja, hun zijn... De ontwikkelaars daarvan. En nu zijn ze bezig met Viewfinder. En dat is die game waarbij je die foto's maakt. En dat je met die foto's dan dingen in de wereld kan aanpassen. Oké. Okay. Hey, maar luidjes, wij zitten in de room. Dus als jullie alvast kunnen joinen. Zitten jullie in de room? Ik ga even die shizzle even afmaken. Dan kom ik zo bij jullie. Oké. Okay. Cool. Nou. Rustig aan. Ik doe heel even de party dan even eruit. Ja. En dan zie ik jullie zo, jongens. Is cool. Dat is lang geleden, man. Maar een kaart van mij. Ik weet niet eens meer wanneer dat was. Voor iedereen, denk ik wel. Hoor. Ja, in maart, man. Maar omdat zo, dat stream. Ja, maar ik had zelf nog een open sessie gedaan. Dus het is voor mij niet al te lang geleden dat ik die game heb gespeeld. Welkom bij onze stream. Ja. Bij onze stream. Stream je ook? Stream ook natuurlijk. Ah, super, man. Nou, dan ga ik ook streamen, man. Ik ga gewoon zeggen. Jij hebt helemaal niks, hè, man. Zou jullie graag opkijken als ik niks zeg dat ik moeilijk equipment in huis heb gehaald? Joh? Ik zou dat wel hard vinden, hoor. Ik zou dat echt sick vinden. Ik heb wel zoiets van thuis. Ah, shit. Ja, ik heb de ruimte er wel voor in de woonkamer. Ik bedoel, ik had al de space aan easy, no? Nee, dat is niet per se van mij weggelegd. Nee, maar wie weet als het te gaat prikkelen. Hey, you know what to do, we know where to find us. Ja, toch. Mm-hmm. Zeker. Ja, je weet wie dat centraal gestaan in die streams natuurlijk, hè? Die gekke onderkop. Laat het zo zeggen. Dat zou je bijvoorbeeld met Lara op bepaalde... Een bepaalde trademark zetten van, weet je, jij en Lara, iets heb je toch, weet je, dat je weet van, ai, dit is Big Kabuto, Mosquito Smasher, dit is, we zijn er, gekke Lara erbij, je weet. Zeker weten, man. Dat zal wel lachen zijn. Sowieso is een trademark belangrijk bij je stream, weet je, gewoon een herkenbaar iets iconisch proberen te maken, weet je toch? Ja. Zat het wel super dik. Ah, man.
100%. Ja, super. Nee, we waren net even aan het praten over The Little Mermaid. Nee, en dat die, ja. Ja, dat, ja. Het is niet een baggerfilm, man, volgens mensen. Nee, zeker niet. Ja, ja. Nee. Ja, ja, oké. Ja, oké. Okay. Ja. Dus, I don't know, man. Toen ik die trailer zag, ik zoiets van, ja, ik hoef deze shit niet te zien, maar ja, ik heb ook niks te verliezen. Ja, het enige dat ik heb te verliezen is dan 2,5 uur of zo, I guess, van mijn tijd. Nou ja. Als ik hem echt trash vind na een half uur, dan loop ik gewoon weg, weet je. Ja, toch? Hoeveel mensen nog voordat we starten? Hé, hey, luister, sowieso mijn leven eentje is meer waard dan die fucking 2,5 uur voor die scheid Little Mermaid. Ja, I know. Jij hebt echt een mega hart aan die film. Ik heb echt een grafheter aan live-action kankershit. Dat. Disney. Live-action anime, daar draai ik echt een hele grote fijn. Nee, nee, echt serieus. Ja, nee, maar laat de magic met anime, klaar. Gewoon, ga niet snel Sneeuwwitje en dat soort dingen. Nee, dat gaan ze ook wel eens live-action weer doen. Nee, ik zeg van serieus, Disney, out of ideas of zo, is je originaliteit of zo weg, kun je niks meer beters verzinnen? Blijkbaar niet. Nee, maar die motherfucking films die draaien, weet je, dat is het irritante. Als je kijkt naar Aladdin heeft voor money gemaakt. Lion King heeft money gemaakt. Die films maken geld. Dat is het vervelende. Ja, maar het is Aladdin. Dat trok me gewoon niet. Omdat het gewoon niet die magic hebt zoals wat je hebt bij de cartoon. Ja, maar nou komt het. Ik heb het al eerder gezegd. Wij zijn die old Wij heads. Zijn old school. Wij zijn old heads. Nee, wij zijn old school. Wij worden gezien. Nee, en wij begrijpen de Disney. De Disney van toen. En ja, maar wij willen. Wij zijn die oude lullen. Wij zijn die oude lullen die niet. Die haten op het nieuwe. Wat ze tonen aan de youngins, weet je. Het is gewoon fucking dikke scheid. Klaar. Hé, hey, wie is erbij gekomen? Waarom heb ik het gevoel dat het een welbekend iemand is die al eerder is. Ik heb het gevoel dat het. Ja, ik kan het niet zien. Je kon volgens mij op een knop drukken om te zien. Gast, jij bent de host. Ik niet. Nee, dit klopt. Maar naar mij. Wacht. Ik heb het gevoel dat het karma is. Maar... Ik weet het niet. Maar hij kan even. Ik weet niet of hij trouwens ook bij ons in de stream aan het kijken is. Dat is een goeie. Dat is een hele goeie. Ja. Even kijken. Ja, dat is hij ook. Dat is hij ook. Ja, hij reageert zeker ook op jou. Want, nee. Nog niet. Hij was wel... Ja, nu wel. Ah, nu wel. Ja, toch. Ah, ja, toch. Nice, man. Vaka. Vaka King. What's good? Combo breaker in de house. Oh, ja, is die toch? Killer Instinct fan? Hij is een moeilijke fighting gamer, maar hij is meer van de street fighter. Ga je trouwens... Street Fighter. Heb je ook Street Fighter 6 volgende week binnen Kama? Ja, ik wel. Ja, sowieso. Jij sowieso, maar Kama, weet je. Tot 4? Meer Street Fighter tot 4, man? Tot 4? Nou, hij heeft 5 waarschijnlijk niet gespeeld op de PlayStation. Oh, tot 4, 5 en 6. Ik snap hem. 5 en 6, I don't know. Oké. Ja, nou blijkbaar ben je net zoals ik sceptisch over 6. Dus je wacht nog even. Oké, cool. Ik ga hem wel day one halen. Excellent trouwens heeft hem ook. Ja, Excellent, dat weet ik. Die gast die gaat gewoon alles aan. Ja, nou, maar hij is een moeilijke fighting. Ja, maar hij zou nog steeds met mij. Maar ik probeer hem ook een keer van uit de tent te lokken. Van, gast, kom eens een keer met me spelen. In ieder geval met Mortal Kombat. En gauw heeft hij nog steeds niet gedaan. Oh, dan moet je hem weer die call-out doen. Want hij, geloof me, hij schreeuwt echt. Ik nak iedereen met Mortal Kombat. Serieus. Drop even Baraka en dan is het afgelopen. Oké, is goed. Ja, is goed. Ik ben je dan. Ja, toch? Ga ik gewoon eten met Urmac. Echt, hè? Yes. Even kijken. Weet je wat we gaan doen? We gaan lekker beginnen. We gaan alvast beginnen. Is cool. We gaan niet lang wachten, hoor. Want we gaan deze, man. Nee, klopt. Dat ben je natuurlijk... En ik zit niet in Hoofddorp, als je dat even voor de Just Be Clear... Ja, dat weten we. Anders zou je niet hebben gestreamd, Goos.
We understand. Nou ja, weet je, als ik natuurlijk ga verhuizen, dan ga ik echt gewoon een hoekje maken dat ik gewoon geschreven natuurlijk. Ja, ja, snap ik. Dat klopt. Maar omdat nu in deze situatie weet ik, je bent gewoon in Scheveningen. Oké, dus dus ik heb geen PS, dus ik moet niet oordelen, maar 5 keer gespeeld, dat vond ik niet nice, man. Ha. Extra MK is gek, hoor. Ja, 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 ja. Nee, wat je zegt. Nee, Street Fighter 5, ik snap niet wat ze ermee hebben gedaan. Street Fighter 5 hebben ze in mijn ogen helemaal kapot gemaakt. Ja, het gaat die hele charme van Street Fighter hebben ze helemaal echt grond ingetrapt. Ja, gewoon een half pad leveren. En nu komt er een of andere lepra figuur, om het zo te zeggen, gewoon op Street Fighter 5. Die Luke, die is in één keer op de main cover. En als je ziet naar hoe die eruit ziet, dan lijkt het echt een fijn. Ja. Hij moet een flap kregen en van de, ik ga verder. Ja, ik wist niet eens dat hij een 5 verder. Ik wist niet dat hij een 5. Ik wist niet dat hij van 5 was. Nou, ik neem maar gewoon van ja. Eerlijk gezegd, zover heb ik of zoveel heb ik 5 niet gespeeld. Ik heb niet alle characters, dus. Nee, hier nog geen. Na de tweede keer van zo'n seizoen te betalen, had ik er al genoeg van. Ik zei van nee, niet meer. Ik ben helemaal klaar mee. Nee, zeker man. Word is bad. Oké. Nou ja, we gaan. Let's get it! Oh god, ik maak er bijna een fout door gewoon rechtdoor te gaan plakken in de zak. Even warm worden, dat is duidelijk. Ah, ik kom precies op die. Oh shit. Ik kom precies op die trein! Ah shit. Ja, oh shit. Niet goed. Nee. Even warm worden. Waar de baan zit ook alweer dan? Amsterdam. Oh, of course. Ja, je zag, hier zit die tulpen, toch? Ja. Ja. Pats. Even kijken. Dat is gewoon mis. Ah, joh, weer die braan. Oh, hij heeft hem toch wel... Oh, verkeerd. En die ga ik hier als ik. Ja hoor! Een massa gehad zo, hè? Teriantje, joh. Teriantje. Ah, flikker. Flikker. Ik ben echt aan het kutten, man. Ja, ik ook. Dus je zou nog de ook... De hele tijd. Ja, natuurlijk die. Ja. De hele freaking tijd. Ah, ik had net bullet bill. Jezus, man. Ah, ik had echt net bullet bill, man. Nee, deze was niet... Nee, man. Als ik niet... Ik ging rechtdoor, plaffen linksaf. Oké. Okay. Nee, niet best. Nee, ik hoop niet dat... Laat me alsjeblieft niet dit de hele avond krijgen, man. Dat ik gewoon voor de fok van die onnodige lompe fouten maak. Of van... Wat doe je nou? Shit. Goed. Even kijken which one this time. Zo. Hey, maar vrouwtje, die krijgt nu al een bericht, hè? Over van Netflix is bedoeld voor jou en de mensen die bij je wonen. Dat krijgen ze gelijk al. Zullen we wel even Netflix opzetten? Oké, okay. Ja, maar ik had je gestuurd, hè, hoe je dat een beetje kan omzeilen, hè? Ja, omzeilen, ja, het is super easy. Het werkt, man. Bram kan gewoon blijven kijken nog. Nog wel. Nee, ik kap er lekker mee, weet je. Bespaart me ook lekker voor 16 euro. Ja, oké. Okay, dikke middelvinger aan heel die Netflix, sorry. Ja, okay. Ik ben nu, vanaf 2014 ben ik er al lid van. Ingo was nooit een issue. Het werd gedoogd en nu gaan ze lekker lopen janken. Maar het hoeft voor jou geen issue te zijn. Hè? Je moet eigenlijk alleen gewoon in principe je sharing, je meelifter, om zo te zeggen.
Ja, die zou je gewoon kunnen zeggen van, hé, hey, pay op. Dat ga ik ook doen hoor, als Netflix toch ineens moeilijk gaat doen. Als ze ineens wel meer van mijn rekening afschrijven. Als zegt Bram dat het niet zomaar mag, dat mag ze, mogen ze niet zomaar doen zonder waarschuwing. Mm-hmm. Dan gaat gewoon heel simpel, gaat de meelifter gewoon betalen, ben ik er mogelijk in. Geen met twee sloven. Nee, zeker. Ja toch? Ja, ik heb geen bericht gekregen te redden. Niet? Oké. Okay. Nee, tenminste nog niet. Nou, dan gaat het waarschijnlijk... Wel, dus, Ja, maar ik ben ook de host, hè. Dus op dat vlak... Ja, ja ik ook. Dus ik, nee, maar geen fuck uit. Dan zou je juist moeten krijgen, maar er komt wel joh, waarschijnlijk er nog een kaart. Ja, het rolt gewoon in. Het rolt gewoon uit hoor. Geloof me, want ze gaan echt heel veel verliezen. Maar het is wel simpel. De meelift die stuurde gewoon een mailtje. Nee, kreeg een bericht op in de app van bevestig het. Ik kreeg een mailtje. Ik bevestig het mailtje dat het bij mijn huishouden hoort, weet je wel, dat apparaat. Ja. En that's it, vast genoeg. Ja, net als met Spotify is het, zeg maar. Als het zo werkt elke maand, of whatever, geen issue hoor. Maar iets zeg maar dat het niet zo makkelijk wil werken hoor, maar we gaan het zien. Dankjewel voor de rode schild. Echt, man. Ah, het is wel een beetje troevig, want alle andere servers doen het niet man. Prime, Disney, nee, Prime niet. Moeilijk veel. Nee, maar Netflix zijn nog toch niet. Zijn toch marktleiders. Dus zij gaan natuurlijk als eerste schreeuwen omdat ze moeilijk veel geld verliezen. Nou ja, moeilijk. Ja. Wat is geld verliezen voor ze? Snap je? Tja, echt hè. Dat zeg maar. Maar ja, dan mogen ze ook wel investeren in betere content. Want er zitten wel nog mooie dingen op. Dat kan echt wel beter, vind ik hoor. Maar ze gaan en ze vragen er alsnog meer voor, hè? Ja. Dus ja. Ja. Nee, ja, we zullen het alleen willen winnen, hè? Godverdomme, kutzeef, man. Het gaat dan niet goed, moet ik zeggen, man. Ik weet niet. Nee, het gaat echt kakken. Even met die rode schilder, man. Zo, kamer. Vuile hond. Nou, jongens. Oh, nee, hè. Nou, godverdomme, kutblauwe. Ja, die heeft van mij. Nou. Huh? Zevende. Oh, de vierde. Nee, ook gewoon. Zo, Kamer, had jij elke keer die fucking rode schilder of zo? Wie? Kamer. Oh. Ja, man. Dat vraag ik. Want ik kreeg echt constant die pleuren schilder, man. Oh, nee. Misschien was het Stefan, man. Kali. Heb ik een koning? Stefan is gewoon weggegaan. Weggegaan? Uit de game? Ja, kijk maar. We zijn nu met z'n vieren. Oh, waar is hij gegaan dan? Ja, ik weet niet. Misschien dacht hij dat hij... Misschien had hij iets van, ik wist ze wel van karakter. Nee, dat doet hij. Hij had altijd bij een vaste kerk, de vaste wagen. Dus ik weet niet. Misschien of een error, dat kan natuurlijk ook. Eén van die twee. Ja, toch. Maar goed. Ah, dan zien we vast wel weer zo, denk ik. Want het kan me niet voor dat hij als zo snel weggaat. Nee. Everything is possible. Ja. Ik hoop dat Karma wel weet dat je gewoon de nieuwe banen kan kiezen, hè? Yep, hoppakee, daar gaan we weer. Even. Misschien dat je het niet weet, maar het lijkt me sterk. Hey Rob, ik had je dan eens gewoon begonnen, maar hoe vind jij dat Alan Wake 2 eruit ziet? Eerste impressie. Het ziet er goed uit. Ja, maar je speelt met zowel een vrouw als met Alan Wake. Dus met die detective. Oké. En Alan Wake, op zich is het wel een cool idee eigenlijk. Dat is helemaal niet erg. Ik zeg, hè. Maar de camera viewpoint deed me mega denken aan de Resident Evil remix, man. Ik dacht, is dat een Resident Evil remake was? Dude. Dat,
1 milliseconde had je nodig. Serieus. Want ik keek het gewoon precies waar die camera is gericht. Angle. Ja, man. Resident Evil per direct, man. Zo. Alleen stond het toen Remedy en toen wist ik genoeg. Nee, er stond Epic. Toen wist ik al genoeg. Dus toen dacht ik, oké, dat is duidelijk. Nou, weet je wat het was? Voor de gameplay zag je al, werd al Remedy aangegeven, weet je. Dus inderdaad. Alleen, zie je het, denk van, hey. Ja, ze hebben duidelijk gekeken vanaf de remake. Maar op zich niet erg, want de camera is heel cool in de remakes. Maar ik zou het ook niet erg hebben gevonden als ze gewoon bij hun eigen manier. Maar hoe ziet die eruit? Want die, ja, ik heb nooit deel 1 gespeeld. Weet je, dus. Dan zie je de hele karakter, man. Je ziet gewoon echt de hele karakter lopen. Verdomme, ik bloed elke keer vanaf, joh. Schuitkanker, kutspel. Dus echt tot zijn benen en ze. Nou, niet tot zijn schoenen van mij, maar tot zijn benen zie je het sowieso wel. Okay. Hier is zo ingezoomd dat het gewoon tot zijn rug is, man. Ja, zo. Je ziet gewoon heel die FBI-logo op die kleding. Ja. Dus, het is duidelijk dat ze de survival horror kant op gaan. Je zag die gekke wezens waar hij tegen moest vechten. Oh, wat verdomme, joh. In de lucht, joh. Kank. Dat was ik. Dat is die blieft gewoon. Shit. Flikker. Oh, kom gewoon paddenstoel uit die boom, joh. Hè? Oh, dankjewel. Weer gered door de bal. Ja, prima, Marciano, alsjeblieft. Serieus, jongen, wat een kankerspel. Jammer geraakt, hè? Ja, echt? Nee. Get it. Wat een kutje. En nu te hoor ik jou, jongen. Gemeen Rick. You're a big meanie. De Erikzooi. Oh. Oeh, dat goed. Oh, dan meen je niet. Ja, dit terecht. Misschien dat ik het nog. Nee. Ja, man, ik heb gewoon hier. Ik heb mijn eerste. Let's get it, bro. De Erikzooi, man. Ja. Ik dacht bij één ramp dat er een glider, dat ik de glider gebruikte. Ja, toen ging ik over gras, hè, dan houdt het op. Ja, toch. Nou ja, goed. No. Hey, zwart scherm. Oh nee, gaat goed. Niks aan zo. Ja, je weet maar nooit, jong, met zwart, met black screen, jongie. Ja, word. Riverside Park. Yoshi's Island. Maar jij bent lekker met GTO bezig, man. Goed bezig, jongen. Ja, man. Oftewel, great teacher. Onizuka, die shit is zo teringbaas, jongen. De ding. Ja, vet, hè? Ja, echt vet. Episode 21, man. Echt een basisserie. Ja, nice, man. Ja. Nou ja, als ik zo beter. Als ik zo doorga, dan heb ik het wel volgende week misschien wel helemaal klaar. Ja, dat ik ook wel, man. Ik heb trouwens even One Piece gekeken net in, man. Ik dacht, ik ga even verder ermee. Oh, ik zat nog midden in een episode, dus... Nou ja, hij zegt van, sorry gasten, opeens echt even geen zin meer. Oké. Duidelijk. Ja, no problem, man. Kom wel weer. Kijkt hij nog wel mee dan, in de stream of dat niet? Ik zou het niet weten. Ik ga zo even kijken. Want ik begreep dat hij in jouw stream zat namelijk. Ja, dat is ook zo. Right. Ja, maar echt, waarom? Deze hebben we niet vaak gedaan, toch, volgens mij? Deze hebben we niet vaak gedaan, nee. Maak ik weer best die lompe... Maak ik weer die lompe fout? Ja. Zo, hoe moet je die paddenstoelen krijgen die dan bovenop die... Piranha planten zitten? Met een paddenstoel, of met veertje. Een schild. Of een veertje, ja. Maar ja, we hebben geen veertjes. Oh. Nee, in races krijg je geen veertjes, alleen in battle mode, weet je. Ja. Ah, kenkertjes. Ja, en fucking Shana. Kopje onder. Nou ja, via de zijkant, joh. Really? Kankergras. Echt, wat is dit, jongen? Jezus! Ja.
weer modder, jongens. Kom op! Ik ga gewoon echt kut gewoon. Heel simpel. Ja, hier. Oh, weer een groen schild. Ja, die was van mij. Ja, die zag je voorbij razen. Terelaaier. Oh, werkelijk. Ja, ja. Jij gooide hem naar achteren, die groene, van jou. Hier, boom! Ah! Zag het gebeuren. Wat voor een game is dit dan, deze baan? Van de Game Boy, man. Game Boy Advance. Oh, niet van een game, is gewoon van Mario Kart. Kijk, die Kama, jongen, die rijdt voort! Oh, blauw schild. Nou, ik ga ik kan niet naar mij toe. Ah, fucking wel, je raakt me wel. Fucking hell. God, sorry. Really? Oh, chill. Nou, ik moet je. Nee! Nee, haalt iets achter zich, je klootzak! Oh. Derde. Ja. Het ging echt gewoon fucking kut. Ja, zo, wat een timing. Oh, daar ben ik. Echt wat een timing. Hoi. Hallo. Klote kamer, jongen. Nou ja, gelukkig derde. Wat is de kamer dan? Ja, kamer. Tweede, ja, maar die man, die laatste is. Laatste is die man zo. Die man was tering irritant. Ja, het gaat niet. Lekker, ik moet even wat meer opwarmen. We zijn echt net klaar, dus je komt net op tijd, man. Nou, perfect, man. Ja, ik heb net Planet of Lana uitgespeeld. Ah, cool, man. Oké, je gaat er. Is cool, tot zo, kamer. Tot zo. Tot zo, verbinding. Oké, ik ga even andere character kiezen. Ja, moet je zelf weten. Ja, ga ik ook toch aan doen. Shit. En... Nee, niet back. Shit, ik zit even met die knoppen weer, man. Ik zie het niet op die controle goed. Ja, weg, dat bedoel ik. No. Maar maakt niet uit of je nog niet begonnen, lul. Nee, dat weet ik. Ja, lullo, we zijn nog niet begonnen. Ja. Hallo. Ik ga eens even met Luigi spelen. Ik ben Yoshi. Nou, nieuwe customization option en ik heb geen nieuwe. Voordat je gaat schelden of wat dan ook. wat? Nee, Machado en ik zijn tegelijkertijd aan het streamen. Ja, dus? Ja. Nou, schelden moet kunnen toch? Godverdomme zeg. Wat wil je nou zeggen dan? Dat ik niet mag praten? Nee, je mag toen gewoon niet aan. Nee, je ademt me zelfs. Oké, okay, duidelijk. Oh, shots are fired. Zo, hey, even. Zo, hoor je dat dan? Die was zo van bruh. Trouwens, hebben jullie trouwens al een beetje een soort van garantie gepland? Ja, zeker. Nee, nog niet. Ik ga wel. Dat is wel. Hey, Sassel, nice. Dat is wat we doen, hè? Ja? Ja, zeker, zeker. Zeker. Waar gaat de reis heen? Preston Palace, man. Sorry? Oh. Preston Palace, man. Maar wat houdt de reis in dan? Eén of twee dagen is dat toch? Nou, ik hè, wat? Preston Palace, dat doe je toch altijd maar één of twee dagen? Ja, true. Ja, twee, drie dagen of zo, ja. Okay. Zoveel dagen ga ik... Maar, zou ik en met wie ga je erheen dan? Weet ik nog niet. Misschien ga ik er mee eens. Misschien ga ik met de maat. Ik weet niet. Oh, lachen. Okay. Ik weet nog niet wanneer, man. Waar gaat er huis heen, Benny? Ja, oké. Okay, camping? Okay. Nee, ik was even... mijn brain vroeg gewoon toen je vroeg van over die dag. Hè? Zei ik iets verkeerds? Of zei ik iets... Nee, is cool. Nee, goed. Oké. Nee, maar Preston Palace is niet echt iets van vakantie, toch? Dat is meer een... Ja, het is een resort. Het is een resort. Maar je gaat gewoon... Ja, je gaat eruit, weet je. Nee, ik ga niet een... Preston Palace vind ik meer een weekendje weg. Snap je? Dat is niet... Dat zit niet echt als vakantie. Oké. Nou, ik ga daar voor het eerst in. Ik wil er al heel lang heen. Lachen, man. Ja, dat weet je, dat je vorige keer al gezegd hebt. Ja. Iets wat ik echt in mijn bucketlist heb staan. Weet je, dus... En Thijs, waar ga jij heen? Thuis. Skut! Thuis, zeker. Ja. Ik ga niet weten waar ik heen moet.
Ik heb een hond, hè? Dan heb je als probleem dat je niet heel veel dingen kan doen. Ik ga hem opstarten, boys. Ik ga volgende week met vrouwtje naar Giethoorn. Gaan we even een rondvaart doen. Dan gaan we in de eerste week van mijn vakantie ga ik even kijken of we naar Noorwegen gaan. En in de laatste week van de vakantie gaan we... Het is zomervakantie, hè? Dan ga jij naar fucking IJsland. Ja. Waar het koud is inderdaad. En ik ga naar Newcastle. Newcastle, Scotland. Ja, 20 juni. Gaan we met cruiseschip. Nice, man. Goeie shit allemaal. Ja, man. Goeie. Ik heb mijn vakantie gehad dat ik beneden van nou schat heb. Oké, we gaan even neusen. Wacht even. Nou, doe je goed, man. Lekker genieten. Ja. Nee, zeker. Zeker. Lekker op de boot. Ja. Maar ook ga niet op vakantie, krijg ik wel bezoek. Van mijn channel. Hey, niet van mij. Oh ja, wat doe je voor mij? Lekker hoor. Ja hoor. Ja, dat juli of augustus, toch? Dat was nog niet helemaal duidelijk nog. Dat was nog niet helemaal duidelijk, maar één van die twee inderdaad. Ja toch. Ja toch. Dat is ook zeg maar mijn... dat is ook zeg maar part of mijn vacation. What the fuck, dat was mijn... Ligt voor jou bij, Groningen. Het is Luigi time, jongen. Luigi gaat je de dead star geven. Ah, joh, fucking lepra, fucking stront, jong. Mm. Ja, maar lekker, man. Even lekker eruit, weet je. Dat begin ik ook steeds meer te waarderen, man. Uit de dagelijkse sleur, man. Teer. Nou, begrijp ik. Thuis is ook alleen maar thuis, joh. Kan dit nou? Ja, het kan wel, maar je merkt gewoon tenminste... Nee, maar waarom werd ik nou geraakt ineens? Oh, dat was het goed. Ja, je kwam tegen mijn groene schild aan die ik achter me had, man. Ja, bij Wario, toch? Ja? Ja. Auw. Dat was... Toen werd ik gelacht met de groene schild. Ja, ik ben Mario Kart aan het spelen, schatje. Ik zag Salvo wel online komen op de Switch, ja, maar hij heeft nog niet gejoind. Nee, nog niet. Misschien is hij nu gejoind in de spectator. Oh, pak zo die banaan, zeg. Tuk op. Ah, bijna niet. Dat zou kunnen, ja. Oh, fuck. Dat zeg er niet dan, joh. Ja, dan krijg je weer gelijk 3-4 dingen op je kin. Ja. Zo gaat het dan, nee. Oh, zo. Oké. Nee, god, groeiende man. Maar Rob, wat als je vrouwtje nou zegt? Ik wil heel graag naar de Little Mermaid. Zeg van, daar gaan we lekker mee. Maar waarom zou je niet naar de Little Mermaid gaan dan, maatjes? Ja, en dan nog, man. Gewoon niet. Jezus, man, wat de fuck is dit? Misschien is het wel de beste film van dit jaar, man, hoe nog? Ja, ik ben niet goed bij jou. Nee, natuurlijk niet. Ja, dat is misschien wel Guardians of the Galaxy 3. Ja, geweldig, hè? Ik ga er ook sowieso nog een tweede keer heen, hoor. Dat ga ik zeker doen. En ik vond, hoe heet die? Dungeons & Dragons. Wat een verrassend gave film was dat, joh. Ook echt twee keer verrassend gezien. Leuk, ja. Ja. Trouwens, over John Wick. Ik heb hem gekeken. Ja. En dan hebben we het over John Wick 4, toch? Ja. Ja, man. Ja, het is more of the same, alleen dan, ik moet zeggen, keer 5 of zo qua actie, weet je. Dus, ik heb niet gewonnen, ik ben nummertje 3 geworden. Oké. En 2-5 is net bevestigd, dus het is duidelijk dat ze de boel... Ja, maar, dan snap ik het niet met John Wick. Nee, je weet precies waar ik het over heb. Jawel, maar daar gaan we het wel even een keer over hebben, man. En dan zal ik je uitleggen waarom het 100% klopt. Het klopt wel. Wat, dat heeft te maken met die, de table. Ja. Welke reden we nou net, trouwens? Singapore. Ja, dus dan kunnen we deze gewoon kiezen, Snowboard Cross. Wil je deze als eerst? Tjonge! Nee, ik wil graag Yoshi's Island. Hi. Me too. Ja. En zoals Rob zou zeggen, Yoshi's Island. True. Ja. Maar dan wordt hij niet gekozen. Nee, wordt hij niet gekozen. Yoshi Island.
Nee, is niet Yoshi IJsland. Het is Donkey Kong Ski Park. Gaan we nog even dansen of hè, gelukkig. Dat is totaal niet voor niks, pak ik 400 puntjes. Lekker bezig. Dat moet ik eigenlijk doen tijdens een race. Fuck, prima. Had ik niet over nagedacht. Ik had dat tijdens de race moeten doen. Nou ja, er wordt niet gezegd dat ik het per direct ja, doe wel, als ik het zie. Wacht, ik betaal fucking money, gek. Of wat is het hier? Channel points. Channel points, channel points. Dus wil ik wel money. Gewoon dat je meteen die shit doet. Saboteer shit, saboteer shit. De crème money, zodat je die Gucci tassen kan kopen, of niet? Echt, hè? Dat even previewen, reviewen tijdens mijn stream, weet je, tijdens een stream. Deze Gucci-tas ja, is Gucci-tastisch, ja, weet je. Deze Gucci-tas is... Zo, ik hoor het laatste nieuwe nummer van rapper Steen. Nou, dat is verschrikkelijk hoor, dat nieuwe nummer van hem. Dat is verschrikkelijk. Echt gewoon... Ja, het is, het is niet jouw... voor woorden, man. Ja, maar het is niet jouw rap, man. Kadaverrap. Nee, maar geloof me, dude. Ik zag zelfs zo'n mens die zeiden van... Normaal gesproken vind ik dat hij best wel vette shit heeft. Dit is verschrikkelijk. Wat is hij aan het doen? Okay. Dus dit is echt... Het is pretty crappy. Waren zijn ogen zo wagenwijd open? Hè? Ze waren zijn ogen wagenwijd open? Want die man heeft aardig wat gebruikt in zijn leven. Ja. Zit dat niet uit zijn kassen... Poppen, jongen, dat is raar, dat is een wonder. Hou eens even op die pleuris boomerang. Heb ik je één keer geraakt door jouw huilen? Nee, je hebt me niet eens daarom... geraakt, maar dat ding ging zo langs me. Ik werd er een beetje pisnet. Je raakte wel thuis ermee. Ah, scheisse. Ah, joh, fucking leven. Dankjewel. Roy Schild heeft mij eerst gemaakt, jongen. Oh, 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 oh. Mol. Kijk of deze mij eerst gaat maken. Really? Gewoon die spook. Gewoon die kolenspook. Kijk, salvo. Je bent een kolenspook. Oh. Oké. Okay. Ja, ah, nee joh! Ik ging verkeerd! Ah, fucking leefgaai, joh. What the fuck? Ik ging verkeerd, gelijk fucking... Hey, maar waarom is die bliksem er niet uit eigenlijk? Waarom? Die is, hoort er gewoon bij, toch? Ik ga het... Nee. Ik ga... Hij mag het van mij uit, hoor. Nee, ik ga niet meer... Ik ga niet... Ik laat die custom items met rust totdat jullie voorstel hebben gehad. Ah. Ik ga het zelf er niet aan zitten. Ah, fuck. Ja. Het mag het van mij gerust uit. Ik vind dat niks toevoegen. Wat ergens. Hier, Marciano. Asje. Fuck, man, derde. Ah, oh, rood schild. Ja, ik had de rood schild. Ja, Arie, gek. Ja, fuck off. Domme. Salvo, hoe is het, jongen? Goed. Een beetje moe, maar voor de rest gaat goed. Mooi. Ja, hoort erbij. Nou, gaan we weer even Yoshi's Island kiezen. Zo, gelijk met 6 man. Kamer is weer terug. Dus, bij uitgespeelde spelletjes kan ik Planet. Of Lana neerzetten. Mm-hmm. Chill. Dat is mijn 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8e game van dit jaar. Welke is deze die... Oh, Bangkok Rush, oké. Okay. Je bent ook aan het streamen... Salvo. Ja, ik ben ook aan het streamen. Right. Gezellig. Lekker, man. Dat is 1 meer dan vorig jaar. Oh. Ik heb niks aan, schat. Ja, daar heb ik rekening mee gehouden, toch? Ah, shit. Ik ga de verkeerde kant op. Wow. Hier, kijk eens. Hopsa. Ah, shit, sorry. Die, wat is dit, Taiwan of Bangkok? Bangkok. Hey, ah. Bangkok. Die eten ook Bangkok. Ja. Ik ga... Bangaan. Schildpad. Dat hoef ik niet op bord te hebben.
Oh. Van een onoverzichtelijk level. Ja, een beetje diep. Zo! DK maar dat? What the fucker? Ah, tering salvo! Groene dat schild, een rode schild, hè, salvo? Nee, dat was. Nee, ik schoot jou rood schild, maar ik kreeg een groen schild van salvo. Ik deed die fucking bom. Oh. Oh, blauw schild! Ah, shit, hoor. Wie staat eerst eigenlijk? Oh, Kama. Kama staat eerst, man. Ja. Ik sta voor mijn achtste, hoe dan? Ah, joh! Gewoon speelt zo. Ik weet het. Ik moet eerlijk zijn, ik heb deze ook nog geen. Nah, mis ik al die muntjes. Opzouten. Ik herken deze ook helemaal niet, eerlijk gezegd. We hebben sowieso die laatste bij de laatste DLC heel weinig gespeeld, hoor. True. Dat ah, joh. Ja. Fout. Ga ik gewoon buiten de baan, hè? Ja, maar natuurlijk! Bumperklever. Oh, ga ik bijna weer buiten de baan. Ah, flikker. Nee, geen boedertje. Please niet. Ah, kankerzooi ook gewoon. Godverdomme. Jee, mag nou, man. Nou, echt jongen. Tieftop met die kut. Pakking. Nou, really again? Eerste! Woe! Fuck de loot uit! Als je. Ja, maar. Wario's baas in Bangkok, jongen. Ja, dit is. Dit is. Wario is niet bang voor die koks. Ja, maar. Eerste! Zeker. Ja, die was zo. Die was zo. Kaka, jongen. Ja, mooi. Doe even een dansje voor mij, omdat ik eerste ben. Kom op, alsjeblieft. Ik wil bijna gaan zeggen, jij was verantwoordelijk voor die bliksem. Nee, man. Nee, maar ik zat in bullet kogeltje, dus vandaar. Lekker, man. Oh, die London shizzle, die kan ook verwarrend zijn, hoor. Mm. Ik vind überhaupt al die shit verwarrend, man. Ik begreep trouwens wel dat Nintendo in een rechtszaak zit. Oh? Ja, vanwege de lootboxes uit... Hier, uit Mario Kart Tour. Klopt. Klopt. Zo is dat ik ook gelezen inderdaad. Okay. Maar dat een beetje vertrouwen is ermee, gozer. Ja, ik zat gokken, hè. Dus... Ja, maar het zou dus misleidend zijn geweest. En wie zei, ga naar Doonies? Ik heb een goed geheugen, man. Paulus zei dat en Erwin zei dat, man. Die twee komt altijd met elkaar gehad, maar Nintendo nee, altijd. Erwin toch? En Paulus geeft niet vriendelijk is tegen man. Shit die niet klopt. Ik zag die wat zit nu. Wat een call, zijn ik de shock. En toen was het nog een keer. Alessandro, dat is Salvo natuurlijk. Ja. Ja. Yes. En Mantuario, hè. Ah, jongens, ga ik weer buiten de baan? Nee. Ah, fucking ja, hell. Ik gooi een bom en ik word geraakt door de bom. Andere bom. Ja, dat was mijn bom, hoor. Dikke rat. Sorry. Nou, dan kan ik wel weer. Ik word weer constant geraakt. Godverdomme. Hoppa. Ah, joh. Fucking echt. Hots, een sterretje. Ja, kut iets. Kut sterretje. Voor jou eens even je kutsterretje. Ja, man. Dat doen we maar helemaal niet. Blauw schild. Lekker. Komt ie. Ik weet niet voor wie die is. Die is voor mij. Ah, man. Voor jou? Ja. Kut, sorry. Oké. Ja, toch. Oh, nog eentje hoor. Godverdomme. Zeker, jij kan me zeker een zoen geven, want ik sta namelijk eerste!
Ah, je fuck nee dan. Ja, ik race ook als een gek. Die stinkmachine zit ook achter mij. Ja, ik Rot op, joh. Wat een... Oh, ik deed mijn fucking... Ah, nee, dit is nep. Weet je wat er gebeurt? Ik had mijn fucking banaan. Ah, dit is nep, man. Je bent... Haha, lekker mis, flikker. Ah, dit was zo nep. Je was niet eerste, dus. Ik deed mijn... Nee, jawel, laat... ik was eerste. Ja, hij stond eerste. Ja, hij gooide okay. Een rode schild en ik deed een banaan achter me. Maar niet op tijd. Ah, balen, man. Nou, nu is het dan zo nu rondom. Oké, voor jou doe ik een dansje. Shit, ik dacht echt, really? Gaat ja, hij me weer... Ja, maar Shano is hier echt bizar goed in. Gaat hij me nou weer nakken op het laatste moment? Kreeg ik twee rode schilden. Ik dacht, nice. Ik had er drie, maar ik gooide er expres twee achter elkaar. Want ik wist dat jij zo'n shitting achter jou had. Oh man, jongen. Je bent voorspellend. Nee. Ja, voorspellend. Ja, echt maar die... Ja, maar ik zag al... Iedereen ik zag gaat die... er met... Ik zag die eerste, ik dacht, en daarmee niet, ik dacht, oh god, nee, ja, daar gaan we weer. Echt, shit, maar ik die kan laatste... Ik wacht op meer spelers. Kijkertjes, doe mee. Hoe heet het, die laatste, toen ik die achtergooide, ik dacht echt dat ik je daarmee had, maar je had maar hem net... Maar ik zweer, als je hem had geraakt, had ik meteen weg geweest. Had ik er recht uit gegaan. Want ik keek achter me, ik dacht, oké, ik sta eruit precies bijna voor je, ik schiet dat ding achter maar. Dus zei je mis. Ik voelde hem al komen, want ik zag ja, dat jij nog steeds één rood schild had. Ik denk, ik ga zeker aan de kant. Wacht maar. Echt, hè? Maar Kama, die Kama is ook hinderlijk, brada. Kama is ook niet slecht, man. Nee, helemaal niet. Maar hij is nu wel echt sterker dan de vorige keer. Hoezo tweede is niet veel? Tweede is gewoon eentje achter nummer één. Weet je, als je maar niet zoals Rob laatste bent, dan is het niks aan de hand. Uit je pek, ik was derde, dus jood. Nee, Rob haalde mij op het laatste moment nog in. Doei, schatje. Echt, hè. Zeg maar wanneer het zover is, hè? Nee, ik ben klaar, hoor. Ah, cool. Ja, laat het even wat pittiger. Benny, mevrouwtje en ik gaan sparen voor zo'n racestoel die John ook heeft. En dan, sparen voor zo'n racestoel die John ook heeft. Oké. Ik weet niet wat voor race John hebt. Oh, je bedoelt zo'n playseat? Ja. Oké, lachen. En dan professionele Mario Kart stuur. Ah, ja. Ja, je weet... Ja, die kleine... Ja, maar zou je zo'n Mario Kart stuur of gewoon een professioneel stuurtje, maat? Dan kan je beter gewoon een eentje voor Mario Kart. Oh, allebei. Oh, ik snap hem. Gewoon allebei. Eén. Want je hebt die zo'n kleintje, toch? Die kleine bedoel je, toch? Ja, veel wat je zijn. Ja, oké. Okay. Nee, want ik dacht ook van, hè, ook een stoel voor, heb je ook zo'n racestoel voor Mario Kart? Ja. Zo'n ding. Wat nee, je hebt hem... Maar zoveel doe jij toch niet, jij doet toch niet zo onwijs veel racegames, maatje? Mijn vrouwtje, die houdt heel erg van het racen. Die Forza en dat soort spullen. Eindelijk, Yoshi's Island. Hey! Mm-hmm. Die vindt zij geweldig. Racebellen vindt ze helemaal geweldig. Oké. Deze baan blijft zo fucking de shit. Blop. Rijden als een malle. Ik ben helemaal zilver Mario'tje. Motherfuckers. Iemand pakte mijn ding. Ik vind die Shy Guy zo tof, man. Mm. Hey, er is trouwens een theorie, hè. Over dat... alle poppetjes in Mario zijn onsterfelijk. Oh shit. Oké. Explain. Dat houdt in dat alle Koopas die kunnen niet dood. Ja. Want een Koopa is namelijk een hoe heet dat? Een undead, zeg maar. Koopa is een draaiboon. Ja. En draaiboons gaan uiteindelijk weer in elkaar. Oh, naar beneden. Ja. En mocht een Koopa wel doodgaan, dan wordt hij een boe. Ja. En als boe
als ja? Boe een menselijke human form wil aannemen, dan wordt het een shy guy. Ja, 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 ja. Oké. Okay. Soms, hoe heet het, een cycle, zeg maar, ja, ja, ja. Ja, lach je in die Mario film, man, die scène met dat die dry bones werd gemaakt door Bowser, prachtig. Dat hij niet is huwelijk geloven, toch? Ik vond het een fantastische film, man. Echt serieus. Zo, hou op, je had, je, niet, je had die franchise niet... Tuurlijk, qua verhaal had je er misschien iets mee kunnen doen. Maar verder zat die film... Alle toffe shit zat erin, man. Alle knipogen wat je maar kan verwachten, dat zit erin, zeker weten. Super dope. Weet je, je had natuurlijk die knipoog van... hoe heet dat? Smash Bros. Ja. Dat was met Donkey. Dat was met een gedeelte met Donkey Kong. Ja, man. Ja, man. Mooi, hè? Ook dat Mario Kart stuk was ook fucking baas, weet je. Dat Mario Kart stuk was ook lijp, man. Ja, man. Ja, dat was heel erg cool, Mario Kart. Met die watervallen, weet je, dat je echt denkt van... Besef dat je gewoon... Besef dat ze eigenlijk gewoon inspiratie van kunnen halen, weet je. En wat ik leuk vond was dat je de... Halen, origin story van Princess Peach. Nee! Ja. Ga ik weer dat ding ompoppen? Ja! Again! Game! We hebben nooit twee keer achter elkaar gelukt. Ja. Right. Dun, dun, dun. Ja hoor! Fucking kankerspel. Opa, nummer 2! Godverdomme, zo, jij was tweede. Jij was ver, maat. Niet normaal. Ik ga echt van de bocht op fucking 9. Sterkend lekker. Zo, ik krap in mijn... In mijn baard en er komt nog zand uit gewoon. En ik heb al 2 keer mijn baard gewassen. Ernstig weer. Oh my god. Even kijken. Oh, die Duitse baan heb ik ook niet van gehoord. Berlin Byways. Hele coole muziek heeft die. Oh my Gucci. Dun, 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 dun. En er is een demo van de nieuwe Alone in the Dark, hè, trouwens. Een proloog. Leuk. Die ga ik even checken straks. Leuk. Misschien is hij goed. Misschien is hij goed. Maar ja, als je poetsie bent, dan ga je niet spelen natuurlijk. Dat snap ik. Mm-hmm. I really don't give a fuck. Ah, poetsie dus, oké. Of chicken, chicken. En Laatje, is Robbie een beetje een chicken? Ja, Laatje zegt van wel. Oké, nou ja, dan is het duidelijk. Landen. Zo, hadden we niet al gedaan? Honden? Nee. Hé, draaibons doet ook mee. Mm. Hadden we het net bonen. Over. Droge botjes. Droge bonen, mij dan. Droge pillen? Ja, droge bonen. Ja, dat een bot. Ja, boah. Hey. Ja, muziek is ook vet van deze baan. Ah, jongens, ga ik van de baan. Meteen. Ik ging meteen verkeerde bocht. Toch lijkt deze wel op een baan die we gehad hebben net, maar... Ja, oh, hij lijkt... ja, al die steden lijken op elkaar, man. Ja, ja die, ik vind het jammer. Ik ben geen fan van de steden, man. Echt niet. Ja, maar... Dat nee. Nooit worden. Hé, hey, maar seconde... In principe is het... Weet je... in principe is het gewoon goedkope types, sorry. Ze hebben gewoon een level wat ze alweer hadden. Gratis, ook, man. Weet je, dat... Ja, het komt uit Tour, hè? Die mobile game. Daarom. Dus hij bestond al... Ja, ik vind het jammer. Heel simpel, aangezien Mario Kart toen niet zo'n succes is als Mario Kart 8. Nou, flikken we gewoon die baan in, zodat het toch... Oh, Shani was mooi, jongen. Oh. In 9 moet ze het niet gaan doen, man. In 9 moet ze gewoon echt alles 100% kennen houden. Ja, maar het is DLC, hè. Het is niet... het gaat ze... Tenzij er nu nog nieuwe banen komen nadat alle DLC's uitgebracht. Dan zouden ze dat eventueel als retro-baan uitbrengen, zeg maar. Maar... Ja, precies. Ik vind ze wel... ik ben benieuwd wat ze gaan doen, man, voor deel 9. Wat het nieuwe ding gaat worden. Een nieuwe feature, weet je. Ja. Wat gaat dat worden? Hmm. Ik ben er heel erg voor om gewoon meerdere soorten vehicles erin te doen. Maar ik denk alleen niet dat ze gaan doen. Nee. Nee, man, daar moeten ze weg van blijven, man. Je bedoelt à la Sonic en Diddy Kong. Dat zou ik juist leuk vinden, man.
Ik zou juist leuk vinden als je kan vliegen, man, en op water ga ik en zo. Verkeerd. Ik ging verkeerd. Ja, die kan, er is heus wel een grote kans, want als je er goed over nadenkt, zit, weet je, we hebben een glider, je hebt die propeller. Ja, dat zijn dan van die minuscule stapjes. Motoren? Lang geen kart meer. Nee, dat is, al sinds, dat is sinds de Wii al niet, inderdaad. Oké. Okay. Ja. Godverdomme! Nu je het zo zegt, denk ik wel van ja, je hebt gelijk. Dat, ja, dat kan er makkelijk in. Superleuk. Ja, het kan, weet je, ze kunnen er zeker dan wat van maken. Alleen, ja, als dat het niet wordt, wat waarschijnlijk ook het geval is, wat dan? Wat wordt dan die feature? Want ik kan echt niet even wat bedenken van, oh ja. Fuck man. Nee, het is niet makkelijk hoor. Fucking nee, kutbot, maar dan ga je zien, dan hebben ze het. Komen, is moeilijk, hoor. Dan hebben ze het. Oh, en dan denk ik, ah, tering Thijs. Haha, alsjeblieft. Wie is nummer 1? Ik zag gewoon... Het kan zelfs zijn dat het computer is, man. Dat is hij ook. Dat is het ook. Staat hij op hard dan of niet? Ja, op hard. Oh, je hebt hem op hard gezet. Rat. Ja, maar... Ja, maar dude, dat kan... Maar dat kan... Nee. Dat is nog steeds scandalous, hoor. Het is de eerste keer dat een CPU, tenminste voor mij, eerste staat. Ja, we zijn niet goed. Ja, haalde mij ineens in. Bro. Wij zijn gewoon aan het zuigen. Simpel zat. Zwaar. Sorry. Haal mij er buiten. Haal mij er buiten. Jij zuigde, ik was tweede. Zuigde? Hoho! Zo. Hey, hallo, zoogdier. Wie zijn zuigde dan? Jij toch? Wat hè? Oh. Ik dacht dat zo, tenminste, dat hoorde ik, maar misschien moet ik minder drukken. Zei ik dat? Ja, oh, dan tenminste... Ben ik wel echt een mogol. Okay, sorry. Echt een mogol. Ik weet namelijk dat ik zuig, hij zuigt, wij zuigen, ik ben gezogen. Dat weet ik echt wel dat... Dat is geleden probleem. Mooi. Wie koos een van de tofste banen van de game, jongen? Ik heb deze gekozen. Vind je dit leuk? Toch? Ja, ik vind pak het zo die banaan. Het blijft een nice baan. Bram, de ene keer toen we net nieuwe baan hadden, hij ging gewoon voor de tweede keer deze kiezen. Dat ja, oké, maar dat is gewoon een verveel. Nee. Ja. Het ergste blijft nog steeds... Dat doe je gewoon dan alleen om te vervelen. Dat juist. Doet ook. Dat doet nee, je. Zeker. Nee. Ja, nou, het ergste ook. Was echt serieus toen we het 3 keer achter elkaar kregen. 3 keer? Daar was ik niet bij zeker. Of wel? Nee, ja. Want ja, nee. Thank God dat ik er niet bij was. Nee. Dat is zo, iets lekker kan niet tegen, man. Schelen. Weet je wat het was? Huh? Yeah. Oh, was jij... Dat fuck ik echt niet mee, man, for real. Nee. Het werd 2 keer door Jerry gekozen, want Jerry heeft er ook een handje van. En de derde keer door Benny met het idee dat hij niet gekozen zou worden. En ja hoor, ploep. Yep. Ja. Weinig... Ah, ik gooi de bom verkeerd, kutzooi. Ja, tuurlijk, in de lucht. Dude, in de hebt me... nog, je kankerspel. Dude, je hebt me nog geraakt met die... Dude, je hebt me nog geraakt met die toeter. Ah, zo. Jongen. Die... Nou, ik werd geraakt. Bro. Ja, 3 keer scheepsrecht. Bro, die was tering prachtig. 3 groene schilden. Ik een keer raak schieten. Nee, maar ik was niet eens... Nee, ik was niet eens degene die schoot. Het ging langs me. Maar toen zag ik jou... Ploep! Hey, even iets randoms, welke game was eerder? Mario Kart 8 of Call of Duty Ghost? Want ik zag net namelijk de duiven wegvliegen toen ik er langs reed. Call of Duty Ghost was eerder. Ah, oké, okay. Dan Call of Duty toch wel meer. Dan heb Mario dat gestolen, man. Ja, next man. Nou, Rob! Moeilijk next gen, man, dat vissen weg zijn voor je. Oh, je zat toevallig naast me. Oh, ben je 6e, Marciano? 7e door die pleuris, Rob, man. Ik gooi de rode schild. Lekker, man. Precies in de bocht. Dit is zo. Hé, Mark, ik had niet eens door dat jij het was. Ja, moet je nou... Nee. Hé, dit is wel de... Dit is die hele avond. Maar het is al kut, man. De avond gaat helemaal kut, joh. Lekker boei, echt. Ik word 2 keer, 3 keer voor de finish ingehaald, weet je. Je weet zelf. Nou, laat ik nog een keer even deze. Kijk die baard tot om met je kroontje. Zeg ik nu? Ai. Intro, einde, team afspelen, naar keuze met je. Ja, met gewoon een intro. Zeg het maar, dan speel ik het af. Welke intro?
Ja, zeg het maar. Mag jij bepalen, man. Ja, intro van wat? Oh, van een serie, film, anime. Oh, serie. Ja. Boes, jongen. Boes. Ah, koekie. Wacht even, dan moet ik... Ik zet hem ietsje zachter. Of Alfred Jodok squak. Dat vind ik ook leuk. Ik speel... Hij ziegt, hij zwabbelt en hij zwingt. Ik speel ze allebei voor jou. Ik speel ze allebei voor jou. Ja, leuk, man. Bij elkaar. Welke os kan ons iets leren? Boes. En een fietsbad repareren. Boes. Ja, dat komt een nieuw game, hè? Dankjewel, Marcano. Ah, joh. Ah, ik ga verkeerd en ik krijg ook een rood. Een Inspector Gadget spel? Ja, third person game had ik begrepen. Jeff Keighley was daar helemaal hyped over. Lachen? Nou ja, misschien dat hij goed is dan, who knows? Ja. Of het is gewoon pure crap, dat kan te koop. Maar ja, welke Inspector Gadget? De origine of... Ah, dag Kama. Don't know, man. Thank you. Dat was een slim, zag gewoon de origine, hè? Maar ja, Het zag, het zag er wel een beetje uit als graphics die opgepoest waren inderdaad van een hele oude versie. Inderdaad. Juist. Oké. Okay. Niet PS2 denk ik, maar wel oud. Maar is er ooit een Inspector Gadget game geweest dan? Misschien wel toch? SNES toch wel of niet? Misschien ja, dat. Gewoon echt een... Maar dat is dan gewoon een 2D side-scroller met Inspector Gadget moves. En deze is third person, dat deze is 3D. Ah, fuck jongens. Okay, we gaan zien, man. Tofo, wilt u mij volgende keer niet van de baan duwen? Nou, ik kan niks aan doen, sorry kerel. Ja, jongen, back in the days toen de cartoons golden. Godverdomme. Ja. Nee, boes. Ah joh, flikkers. Boes. Die laat zich niet koeieneren. Boes. Rock and roll en over de samba dans die met je mee. Ik ben even bezig. Koeieneren. Boes. En daar komt Rob met zijn kuthelm. Maar dat ken je niet. Ah, joh, fucking. Je kent geen Boes, je bent daar veel te jong voor. Think fucking. Ik ken het wel, Boes. Oh, oké. Boes was een vrouwelijke koe of een mannelijke koe met uiers. Was al heel divers voor die tijd. Dat kan gewoon. Ja, je zegt dat wel. Ja, inderdaad. En is je os what the fuck? Met ei. Zeg van, bro. Oké, dus aan het toe raken al een hetje qua koeien. Maar dit is toch zo. Na zoveel jaar en dan inderdaad. Hij heeft others. Echt, hè? Others. Uit. Nou, dan weet ik wat ik gelijk moet... Nee, never mind. Hey, ja, leuk. Boes is leuk hoor. Boycotten, wil ik zeggen. Nee, Boes is leuk. Boycotten, waarom? Nee, natuurlijk niet. Nee, Boes is nog steeds leuk hoor, thuis. Achtste, wat is deze? Ah, dat gaat niet goed, man. Dat gaat niet goed. Pleur op. Ben je nou nog eerste? Hey, achtste. Nee, ik. Snel op, man. Hij kwakt voor jou en hij kwakt voor jou. Boes. Doe dat. Oké, ik ben er klaar mee. Dus ik sta de hele tijd in het klassement 1 en dan laatste race. Hey, meneer. Is dat Casey die ik daar zie staan met dat brilletje? Ja, man. Kijk, Casey hoor, baas. Casey. Casey Wonchuk. Nee, dit is Casey. Hij heeft een Pac-Man helm. Thank you for watching. Was een Pac-Man helm, toch? Echt een mooie intro, dit is het. Ja, die Alfred de Dokken Squak intro. Alfred. Blijf een mooie intro. Kindernet, jongen. Spetter, Pieter, paarden, lekker in het water. Ga maar vast naar huis. Zo, laatste raceje nog. Ga ik into de Zelda, jongens. Hyrule veilig maken. Ik heb al 2 dungeons gehaald. Sweetness. Ik ga
Ik ga ook even wat channel points tussen haakjes redeemen. Unlimited. Zeg maar, wanneer... Oh, wacht. Laat maar even een character kiezen. Nou. Oh, jij moet naar mij luisteren. Ik ben vrij boos. Alles. Samen gaan ze het leven. Die blauwe schild. En maken heel muntjes. Ik wil nog één keer in Amsterdam rijden. Geef maar. Ik heb grummelen. Ik heb grummelen. Kijk eens hoe je geen hond bent. Ik heb het niet graag, maar... Koningen, dat heb je, dat heeft Moe. Die was lastig. Die sneaky motherfucker niet zo zien. Gast, die man was. Nee, ik heb al gezegd. Ja, ik wou net zeggen, hij was toch. Hij had al lang wat gezegd, Brada. Niemand reageert, maar niemand reageert. Gast, jawel. Ik zei ik was niet uitgepraat. Ik was niet uitgepraat. Behalve Marciano. Heb niet gehoord. Ik dacht ook, ik zit je echt niet te dis hoor. Zo. Nee, nee, weet ik, weet ik. Goed. Nee. Oh, ik rij eerst en ik gooi een rood schild naar voren. Jij bent echt goed, man. Nou, ik vind dat dat, ik vind dat een perfecte strategie is, hoor. Ik ook. Deze. Hoe is het met Marky Boy? Ja, klote Benny. Goed, man. Klote Benny met je kutbom. Ja, bombastisch kon, joh. Oh, nee. Oh. En toen kreeg ik het zo lastig. Ah, jongens. Yes, op die Vertijs. Hallo, ik ben op. Ik ben echt een race really? Meneer. Nee, oprotten met die klote boemerang. Mm-hmm. Godverdom. Ah. Oh, waarom doet hij dat nou? Ik, Ah, de bom was al ontploft. Toen werd ik nog geraakt hoor. Nou, dat is nep, man. Ik was net op het, die laatste... Op, dat laatste wacht even op mij dan. Laatste beetje effectje die dat hij nog had. Ja, dan word je geraakt daardoor. Een gay ass motherfucking shit. Marjan. Doe iets eraan, helemaal niks. Wat zit er nou? Ah, oh ja, dat stukje. Zit er nou een vertraging? Dat stukje op het eind van die Mario film met die ster was ook dope, man. Dat beide Luigi en Mario. Ja, man. Superpowered up waren. Ja, dat was super vet. Ah, kan het natuurlijk helemaal niet. Tenminste, nee, dat kan niet, maar dat maakt niet uit. Waarom zou het niet kunnen dan? Nou ja, in Mario 3D World. Als je het tegelijk wel. Aanraakt, raak je ja, het tegelijk okay, aan. Nee, 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 niet eens dat. Misschien. Nee, nee! Ja, 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 ja. Yes! Yes. Ga jij juichen omdat je mij een rood schild op mijn bek gooit? Nee, nou, ik juich omdat ik Rob op de laatste punt ga. Jongen, echt waar. Shit, zit er nou een delay, joh. Kut, sorry. Ja, mijn Drybones is eerst geworden. Dus het leger van Bowser. Oh my god. Oh, ja toch, ik ga gewoon weer voor Grumble Volcano. Alessandro. Wil je mij wat te drinken pakken? Shit, sorry. Capture card. Nee, maar... Hey, ben ik weer aan de beurt?
Erik, Sony Santa Monica bezig met de nieuwe God of War. Kunnen ze ook gewoon iets anders maken? Is dat te veel gevraagd? Ja, ik vind het jammer. Oh wel. Bezin even. Maar dat is het tegenwoordig. Het gaat alleen maar om het geld en niet meer om iets creatiefs, man. Maak gewoon iets creatiefs, man. Ja. Net zoals die Sony Show, man. Vol met fucking online bullshit, man. Snap je. Echt jammer, hoor. Ja, maar ook Battle Royale's. Jongens, sorry, maar voor mij zijn we al nu een decade verwijderd bezig met die Stink Royale's. Dat. En het is een beetje klaar. Kom gewoon met nieuwe, met iets nieuws, een nieuw idee. Hetzelfde met die nieuwe hardware toch? Het is gewoon de Wii U, wat ze doen, Sony. Het is gewoon de Wii U. Ja, echt. Gisteren. Kansloos. Gisteren was ik Injustice aan het streamen. We gingen even er kort over praten, bro. Die vooral. Nee, man. Gewoon nee. Oh, kansloos. Maar ook die foamster. Oh my god, man. Die foam. Ja, ik ben helemaal niet rauw dat hij niet naar Xbox komt, hoor. Ik vind het niet vet. Wat? Ja, dat gekke gebeuren met dat zeven. Juist. Schamen, PlayStation. Ja, maar dat is Square Enix, hè? Stelen van Nintendo. Juist. Ja. Nee, maar dat is Square Enix, hè? Square Enix weet ook gewoon niet meer wat ze moeten. Bro, ja, maar... als je keek naar die shit, ik dacht, Final Fantasy 7. Ik dacht, oké. Juist. Nee, en dan zie je op een gegeven moment die kerk van, oké. En schuin, twee verschillende kleuren. Die special abilities, Nee, man, op donderen. Nee, het was heel erg veel rip. Heel erg veel rip af, hoor. Ik dacht dat het al de laatste ronde was. Nee. Oh, Casey staat eerst in, joh. De tering. Casey, lekker bezig, jongen. Ja, heb je in de... Moet niet te vijand aan aanmoedigen, heel slecht, man. Ik sta achtste. Wacht, ik cheer jou ook als... Zelf als ik je kop zo moet aflukken. Hallo. Nou, ik had dus gewoon volop World War 3, hoor. Als je dat speelt met vrienden. Dat is een shit. Zo, wordt nice. Het is gewoon... You're going Putin in, is die bitch. Ja, te laat. Really, Thijs? Dus niet. But I know. Nee, niet. Not again. Wat? Ah, ik ben derde. Oh, zevende, jongen. Hey, ik zeg die kleintjes zijn voor jullie en die grote zijn voor mij. Pak even een andere. Yes. Het is wat, hè? Oh my god. Wees blij dat we geen 200cc spelen, Thijs. Hoe je kwam. Nee. Alles. Daar ben ik zeker blij mee. Mama, ik drink deze wel op. Ik heb ook nog een pistool, maar we mogen hem even zoeken. Lekker, daar gaan we. Sidebike. Ja, oké. Speciaal voor Keesje. Keesje 72. Is Keesje 72 of komt hij uit 72? Dat is ja, die vraag had je al eerder gesteld. Ah, ik zie de Pac-Man. Pac-Man. Nee, hoor, 1972. Hij zegt van 1972. Ja, die vraag had je al eerder gesteld, man. Hij is, hij is 50. 51. 50 à 51. Oh ja, zijn auto is op dus. Jerry. Jerry voor mij, hoor. Jerry is 2 jaar jonger dan Keesje. Oh, oké. Okay. Ja, en 5 jaar... Hebben wij iemand al 50? Ja, Bas nog? Nee. Oh, nou ja. Wat een tegenlijer. Oh, eng nek. Papa. Ah, joh. Nee. Volgend jaar krijgen we de eerste 50er. Oh my god. En dat is Thijs. Hij draagt zich als een 50er. Marciano. Wat is dat? Kreeg je een bommenjaars? Ja! Ja, jongen. Oh.
Die kutboemerang. Oh, het is weer onze... Ah, teringhond, jongen. En geraakt door een rood schild. Wees blij. Ik word gelijk 2 keer geraakt door een rood schild. Ik weet het niet, hoor, maar... Het slaat nergens op. Ik heb een seconde... Heb ik eerste gestaan. Nee, even wachten. En dan eindig je zesde. Shit, sorry. Blauw schild. Oh, no. Hij is goed erop weer. Hoeveel rode schilden? Oh, Rob, die rijdt vrij dicht bij me. Godverdomme. Ja. Uit. Ah, joh, die Kees die haalt echt net. Ja, oh! Vierde. Ah, die dat is de Alessandro. Nee, boven. Op je eigen Xbox. Zo, maar de kritiek over de nieuwe Spider-Man movies zijn ongelooflijk positief, hè? Ah, geloof ik ook wel, hoor. Net 2. Volgende week, hè? Ja. Volgende week. Volgende week inderdaad, dude, inderdaad, man. Ja, zeg je wat, holy shit. Volgende week gaan we naar dit is de Spider-Verse 2, toch? Ja, Across toch, heet dat ding? Ja, man. Die eerste was zo verrassend goed, dat ik denk dat het misschien mijn favoriete Spider-film is, hoor. Dat is hij ook voor mij, man. Voor mij is dat sowieso. Zo, kun je nagaan, man. Ja, hij is gewoon geniaal, man. Kom dan. Ja. Dus ja, als 2 gewoon überhaupt net zo goed is, laat staan beter, dan let ik in dit, vriend. Ja, snap je. Ja, wat ik wel, ik ben, weet je, en dat is ook met Marvel. Op het moment dat je die multiverse kaart gaat spelen, dan ben je klaar. Snap je? Er is alle mogelijkheden van de hele shit staan open. Ja, dat krijg je dan wel. Al je creativiteit is klaar gewoon. Maar misschien doen ze het goed, man. Hoe knows? Nee, maar... Ja, je had al... In het eerste deel had je al die shit, toch? Ja, wel, een beetje wel. Snap ja. Ik, alleen toen had hij niet de beschikking daarover. En nu heb je de beschikking over de multiverse dus. Mm. Alleen op het moment dat je dat hebt... Ah, zeg, ik krijg zo helemaal verkeerd. Op het moment dat je dat de multiverse er is, dan... Er is geen limiet aan wat mogelijk is. Ah, kom op, man. Nee, dat is wel waar. Dat ze kunnen doen wat ze willen. Weet je, al doe je een Spider-Man gemaakt van stokjes, weet je, à la Groot. Alles is mogelijk. Ja. Nou ja, we gaan zien, man. Hebben ze het goed aangepakt? Trouwens, van... Ah, zo, dit gaat zo slecht, jongen. Van de week die film gezien, Everywhere, Everything, All at Once. Ja. Kut film. Ik kon er ook niks mee, man. Hey, mega hype, maar ik kon er helemaal niks mee. Hype was heel op die film, hoor. Man. Oh, die bocht hier, jongen. Wat ik helemaal aan die film kut vond, was stereotyperend, jongen. Niet normaal, die film. Okay, alleen omdat zij een Aziat is, dat ze 8 keer kiest om een kung fu meester te zijn in die film, terwijl je mag alles kiezen. Ja. Er zijn zelfs mensen met hotdogvingers. Ja. Ja, het is een hele rare film. Weet je, heb je de keuze echt aan alles en dan kies je 6 of 8 keer voor kung fu meester, terwijl er zijn toch echt wel vechtstijlen. Die beter zijn dan Kung Fu Meester, toch? Spider-Man is terug, hè? Ja, denk ik wel. 5e ook gewoon. Wacht, de laatste race al, of niet?
Dit is de laatste. Ja, ik mag het hopen, want ik, ik ben er klaar mee. Ja, het ging niet super, man. Jammer, ik had wel fun, maar het ging niet goed. Nee. GT7 en FR2, wat is dat? Casey, wat bedoel je? Gran Turismo 7 en Virtual... Gran Turismo mag ergens dood. VR2? Met VR2. Oh, Gran Turismo 7 met VR2. Oké. Dat speel je, dat stream je heel vaak, hè? Gran Turismo, Nou, lekker toch? Geen dingen gaan veranderen, hè? Yes. Hé hey mensen, ik vond het allemaal leuk en lief. Zeker. En gezellig en... Ja, toch. En dit was het weer voor de stream. Dank je voor het kijken, voor het lachen. Geen dank, man. Hebben ze gelachen dan? Ik denk wel dat we het gescheld hebben. Ja, dit was even leuk. Of gejankt, denk ik, als je ziet hoe fucking slecht we waren, man. We waren sowieso, allemaal waren we slecht. Allemaal? Praat lekker over jezelf. En ik heb het ook over jou, lul. Lekker, man. Ik weet niet, ik ga sowieso nog door. Hey boys, ga lekker door. Wij gaan even een partytje maken voor Zelda. Ik spreek jullie later. Hey, tot later. Thanks for the racing. Dus mensen die Zelda willen relaxen, hangen, doen, dit, dat. Zie je zo. Jullie weten, hè? Daar is ja, toch. Hey, ik ga even Alone in the Dark spelen. Kom. Dan gaan we... Oh, jullie gaan allemaal party op, of dat niet? Ik blijf gewoon Ik ga niet party op ofzo, maar ik ga wel de stream enden. Ja, maar met wie gaat hij de party in dan? Met Mark waarschijnlijk, met Mark. Want Mark is ook Zelda aan het spelen. Oh, dan mogen ze gerust blijven van mij, want ik ben muis stil, maar oké. Okay. Nee, gewoon... Maar omdat ik nog... Ja, maar ik stream nog, ik speel nog. Ik ook nog. Weet je, dus dan anders wordt het chaotisch, weet je. Jullie spelen Mario Kart nog? Oh, oké. Okay. Ja, dude. Denk van morgen. Oh, dude, het is een open sessie, hè? Hey. Kan nog één. Weet je welke game ik trouwens opnieuw gedownload heb, dude? Sunset Overdrive. Oh, vet, man. Echt even zin om die te gaan spelen, man, weer. Ondanks dat hij natuurlijk niet zo heel mooi meer eruit ziet. Want de enige ding is real in de game, man. Als één game fucking een patch verdient, jongen. Och, man. Thijs, ik geef je een cola hand, man. Snap je? Dude, ik zou er zelfs een beetje voor betalen, man, als het nodig is. Ik meen het. Gewoon die een game patch, is genius, weet je? Ja, underrated man. Underrated as hell. Fun, man. Ja, man. Ja, man. Underrated as hell. Ja. Oeh, gaat niet goed met de Last of Us multiplayer game waar mensen op zitten te wachten. Sony has slowed down development on an upcoming multiplayer game in The Last of Us video game franchise. Oké. Okay. Ik ga het nu weer. Jason Schreier komt daarmee. Oeh. Oef. Schuschert. Zo erg, man, dat een multiplayer game van The Last of Us wordt teruggedraaid, man. Oh, wat erg. I don't care. Dan pip. Do not care. Het is puur uit. Nee. Nee, maar... nee labba. Gewoon, get the F out of here, son. Sowieso de hele multiplayer focus van Sony, man. Nee, niet doen. Nee. Je kan echt zoiets voor, dus je doet het. Daarmee kom je erbij zitten. Dijs. Nee, gewoon nee op donderen. Nee, maar het is wel real, man. Die focus is real. Ze hebben gezegd, hè, van... You are going to focus more on gas. Ja, dat is gezien ook. Beter donder... Hey. Moet ze niet doen, dat is niet hun strength, man. Absoluut niet. Absoluut niet! Daar haal ik niet een fucking... Play that! Nee, maar... Thijs, hoe dat? Benny reageerde over die... Over die Battle Royale, precies dat. Ik ben ook helemaal klaar mee, weet je. Ja, man. En hoe? Weet je, dan zie je, is een nieuwe game. En dan zie je, weet je wanneer ik dan al begint te... Hi. Al geïrriteerd begint te raken als je ze al met z'n drieën ziet rondlopen. Denk van, oh, dat gaan we, oh, dat dus, ja. Oké. Okay. Dan weet je genoeg. Ronde op, man. Yep. Nou. Oh, Rob. Huh? Oh, je doet nog mee, Rob. Oh, dat is niet.
Ik dacht dat er een pot was gestopt, maar alleen de stream. Ja. Ah! Fucking special. Dat was wel leuk, even weer Mario Kart, hè, Thijs? Hey, maar over... Ja, zeker, man. Maar over races gesproken, hè? Laatst is natuurlijk die Lego race eruit gekomen en sommigen vinden hem echt heel tof, hè? Pardon? Van 2K, man. 2K... Lego... nog wat. 2K Drive. Oké. Okay. Lego 2K Drive is het. Bent al, ja, die, bent die... Al, ja, die werd eerder dit jaar aangekondigd en toen kwam hij uit. Dat is echt gewoon iets nieuws, hè? Ja, nou word ik volop geknald, joh. Ja, dat is ja, even iets nieuws, hè? Een game wordt... Hij wordt goed ontvangen. En dan komt hij uit. En dan wordt goed niet ontvangen. Door iedereen, maar door Xbox R wel, man. 8.5 geloof ik. Zo? Ja, maar die vind ik, kan ik niet al serieus nemen, want ze gaat voor Redfall ook 8.5. Ja, maar sorry, maar nee. Dus een beetje gebrek aan objectiviteit. Ja. Ja, als die gast echt legit gewoon die game zo... Dan moet ik wel ik zijn, hij heeft natuurlijk die game waarschijnlijk uitgespeeld, ik niet. Dus ja, dan is het natuurlijk alweer een beetje tricky. Maar nee. Ja. Ik ga Redfall spelen wanneer hij de performance mode heeft gekregen. Okay. Niet huurder. Godverdomme! Ja. Ja, ik zelf, ik heb sinds 17 mei geen Game Pass meer. Oh, ja, nee, klopt, maar ik wacht gewoon lekker rustig. Ik heb geen haast. Ja, Robje? Wat er gewoon echt dope shit op komt, zeg maar. Ja, ja gewoon wanneer ik vind dat het weer nodig is. Als ik zeker kijk naar wat ik nu speel. Is die Game Pass, heeft eigenlijk de Game Pass geen meerwaarde voor nu. Mag ik ook? Nee, dat begrijp ik wel. Ja, toch? Zeker. Ja, ik ging dat gisteren plaatsen gisteren tijdens het review plaatsen, zo zei ik dat. Man, Rob en twee anderen, ja, voor zoveel kan je dat halen, voor die. Ik dacht, goddamn, rust. Ik zoveel ook, oh, waarom heb je me niet gezegd? Dan kon je sharen. Ik dacht, dude. Ja, man. Ik was even van, wat? Zonder kles, gaat. Trek je nou gewoon niet aan de... Lego 2K Drive heb ik ook gehad. Dat is wel leuk, even, zegt Casey. Oké, okay, lachen. Nice, man. Nice. Ik hoor een motto. Nou, het brandt nog steeds, ja. Oh, weer Shroom Ridge, Rob. Hallo. Waarom heb je die nou gekozen, Rob? Ik heb hem gekozen. Maar het is wel op jou. Het is wel op jou. Lekker boeiend. Nee, het is random. Hey, rustig aan. Ik constateer alleen een feit. Met een lange ei. Volgende! Pak me niet in de... mag ik de laatste rondje afmaken? Eén. Hij moet me helpen, man. Zo, ik Rob. Rob. Ja? Gisteren, toen ik... Eén schop. Benny kwam toch in die chat. Hij zei gelijk, verander die titel nou heel snel. ik ging Injustice 2 streamen thuis. En ik had zeg maar als live notification. Dus wanneer... weet je, live notification. Als iemand oppopt, dan zie je dan... een aankondiging van die is live gegaan, maar dat kan je ook veranderen. Dus ik had getikt Batman of Superman. En ik Batman of course, weet je. Nou, ben je gelijk. Ja, verander gelijk snel je titel. Niet weten, ik zat aan hem te denken, maar ik had niet verwacht dat hij zou... dat hij in de stream zou zijn. Nou, op een gegeven moment popt hij gelijk naar binnen. Hey. Dat was te grappig, man. Ja. En toen zei iemand anders, zei ze van ja, is het niet met me eens Batman als een favoriete superhero? Nee, het is niet mijn, heb dat niet gezegd. Mijn favoriete superhero is geen Batman, maar Spider-Man. Ik weet wel, maar Spider-Man is geen DC. Wat gebeurt er? Ja. Maar Spider-Man all day, man, sowieso. Dat.
Deze is dood. Die andere is daar. Uit. En zo spelen. En dan gaan we het spelen. Anderhalve uur. Oh, blauw schild. Kut zo. Doe. Zo dan. Zo hoor dat dan. Terings. Oh. Ik ben één. Zo. Ja, ik ben de eerste. Klote ze. Ik ben low. Derde. Oh, hallo. Nog één. Sap het de mug, man. Waarom mag ik niet? Ben jij ook een keer? Alleen heb je weer de meeste punten. Oh, dat hoort erbij, toch? Zal ik even een baan uitzoeken voor je? Nee, doe dat nou niet, want je gaat random kiezen zo. Ik ken jou zo. Nee, ik, Damian die wil spelen. Ja, zie je. Je raakt afgeleid zo. Ja. Hallo. Ja. Dat is een ja. Ja, jongen. ik zeg het je. Irma, welkom de Demon School. Is fucking dope, man. Ja, mooi, hè? Ja, is echt super tof. I love it. Ik ben nu bezig met eentje. Zondag komt er weer een nieuwe aflevering van Demon Slayer. Ah. Ja. Oh, is iedere zondag? Ai, cool. Ja, iedere zondag komt er een nieuwe. Ja, ik ben nu sinds maandag bezig met de nieuwe. Great Teacher Onizuka. Een old schooler van 99. Ja, die is echt super. Die shit is zo fucking baas. 4 dagen bezig. 21 afleveringen van de 43. Die shit is stil. Kwam je ook van je? Ah. Geweldig. I love it. Maar vond je iets... Vonden jullie niet iets op? Dat ik gewoon echt nu best wel weer into de anime ben. Ja, klopt man. Zeker. Het is echt... Het gaat nergens over. Ik zit er echt... Nee, deze. Het heeft me echt weer gegrepen, man. Echt super tof. Ja, is alleen maar goed. Ja, man. Nee, maar goed. Oh, had je een boemerang, Rob? Nee, nee, de vraag. Oh ja, dus. Nou, kom op, Dami. Jouw en Casey. Echt, jongen. Fucking kankerleven, hè. Moet je nagaan als Jerry had meegedaan, die had gelijk gezegd, doe maar alleen blauwe schilder. Bro, deze man gaat zo goed op die custom items, je wil niet weten. Jezus. Maar gaan we weer een nieuwe update krijgen als de nieuwe DLC uitkomt? Ik hoop het wel. Nee, dat gaat zeker gebeuren. Dat gaat zeker gebeuren, want er staan sowieso 2 items. Nog ja. Waarschijnlijk gaan we 2 nieuwe items krijgen. Dat sowieso. Mm-hmm. Ja. Ja, weet je waarom? Als je naar de custom items gaat, staan er namelijk 2. Het staan er 2 slots leeg. Dus ik ga. En vergeet ook niet, er staan in de character roster nog 4 vraagtekens. Dus we gaan sowieso nieuwe characters krijgen. Ja, klopt man. Dat vind ik echt cool. Maar wie? Ja. Ja, ik denk dat ik wel eentje weet. Ja, wie dan? Funky Kong. Ja, man. Funky Kong. Ja, Funky Kong. Ja, het is... Dat is best wel een populaire character, hoor. Mm-hmm. Ja, joh. Ja, zo. Ja, mooi. Mario Kart Wii. Hou op, man. Oké. Okay. Ja. Het zou wel lachen wezen. Ja, Maar wat kan ik hier op een fight night? Ja, dit zou ook misschien kunnen, die burgemeester van Mario Odyssey. Nee, je mag geen Fortnite. Nee, er mag geen Fortnite. Hoe mag je deze doen? Papa, wat mag ik hier doen? Doe je nog een keer? Nee, je mag geen Fortnite. Mag ik dan? Ja, waarom doe je dat nou, Salvo? Nee, je mag geen Fortnite. Damian is aan het spelen, jongen. Ja, Excitebike. Ja. Oh nee, toch niet. Maar waarom zeg je dan, we gaan nog een keer die kiezen? Wat de hel, man? Nee, je mag geen Fortnite. Wat zei je? Mag ik hier daarna streamen Fortnite?
Nee. Niet aan die kabel zitten. Fortnite. Ik heb hier geen Fortnite op zitten op de PC, schat. Oh, Fortnite. Kun je dat ook? Hé, maar luister. Die Minecraft-achtige game, dat kan toch ook niet, jongens? Dan moet ik aanwisselen met... Die zal er aangekondigd worden, ja, zo is. Daar ben je dus helemaal gek van, Minecraft. Nee, maar... ja, dat snap ik. Ik bedoel, er is een game tijdens die showcase aangekondigd. Bro, het is niet van de makers van Minecraft, maar het is niet normaal hoe dat erop lijkt. Het is een soort van... Ja, het is een soort van remake. Nee. Het is een soort van remake. Als je ernaar kijkt, het is gewoon Minecraft, maar dan in een andere setting. Van, het is een soort open world... Achtige toren. Het ziet er heel mooi uit, maar ik heb zoiets van Jezus, jongen. Twee keer! Kankerbom. Ik heb wel zoiets van jongens, doe eens even normaal, man. Yeah. Ja. Ik ben een tien of twee. Maar met ook eens zonder tres. Ja, ja. Screenshots zien er mooi uit, hè? Tering, ja. Casey. Ik heb de screenshots gezien. Nou, alleen nog de gameplay. Ja, same here, man. Ik, Maar het is helaas wel de studio die dus die fucking The Outer Worlds remaster heeft gemaakt. Dus ik hou maar nog wel een beetje vast. Wow. Dude. Wie? The Outer Worlds? Nee, sorry. Remaster, ja. Man. Dat is een gedrocht remaster. Maar als je... Maar goed, ze kunnen natuurlijk... Dude. Laat hopen dat ze echt een E-game hier brengen. Ik denk, dude... Ja. Sorry. Ik bedoelde te zeggen. Ja, wie weet dat ik hem ga halen, man. Ik heb het nooit gespeeld, dus de perfecte gelegenheid. Die game is tering hard, man. Bro. Ja, toch? Ja, dat blijft altijd... Kijk, weet je, ik blijf het zeggen, kijk. Iedereen heeft sowieso zijn mening over remakes en remasters, weet je. Het is gewoon zo. Maar, ik blijf het zeggen, dat is al zo lang bezig. Niet afgelopen decade, maar... Decades. Weet je, decades. Ja. De remasters en remakes en poorten en weer weet ik het allemaal, weet je. Fucking. Is het alleen relevant voor jou? Weet je? Ja, ja. Ik ben een beetje klaar met die kankerbliksem, hoor. Ja, ik word ingehaald. Ai! Kanker! Tuurlijk weer met een kankerbullet. Ja, twee, joh! Ja, hoppa! Kankerpoortje. Kun je wel Minecraft opkopen hier, op de PC? Straks, ja. Straks mag je Minecraft doen. Nee, heel leuk om te streamen. Je mag wel streamen. Ja, maar mag dan. Huh? Minecraft streamen, mag dan. Je mag wel streamen straks. Oké, mag ik dan Minecraft? Kan ik dan... Wil je wat voor mij doen? Want jouw broer denkt ik ben een klootzak. Ik pak die kleine blikjes voor jouw vader en niet voor mijzelf. Wil je voor mij een grotere pakken? Hier. Ik vind het mooi. Is cool. Ik ga zelf nog één potje doen. Ik doe nog mee. Ja. Nog één potje. Nog één potje. Zullen we het... Zullen we wat meerdere races van maken, ja, Salvo? Of, Ja, maakt mij niks uit. Oké, dan gaan we dat gewoon doen om het af. Je mag ook bullet builds erin doen. Nee, ik heb het niet over de items, ik heb het over de races. Oh nee, drie is genoeg, joh. Vier. Ook goed. Is goed, nee, geen probleem. Custom items, zeg maar wat je eruit wil hebben. Is goed, Casey? Wat eruit wil. In ieder geval Blackjam. Oh, die was er al uit, hè? Oh, nee, klopt. Nee, ik had normal items gekozen. Nee, die is uit. Ja, die is uit. Welke nog meer? Blauw schild ook. Blauw schild gaat ook gaat uit. Oké. Ja, voor de rest moet jij denk ik alles erin laten zetten. Is goed, gaan we doen. Ga nog één potje doen en dan mag jij zo meteen streamen van mij. Ja. Is goed, schat. Heb je ook een blikje voor jezelf? Kom hier nou weer aan, naar een blauwe plek. Even kijken hoor. Hier ook al. Hier. Papa, kijk eens. Hier zo. Papa. Ik wil deze hebben.
Ja? Hier zo? Goed, Casey, nog thanks. Nu niet hoor. Ah, Excitebike, yippie! Ja toch! Eww. I know. Ja, joh. Je hebt dat nou gedaan, man. Dan kan ik games niet zien. Ah, dat moet je kunnen winnen, joh. Kutmodders. Zullen we, maar het moet. Heeft je vader nog een leuke verjaardag gehad, de Salvo? Nee, ja. Is dat eten geweest? Waar waren we naartoe gegaan? Hij wou naar de wok heen. En wat hebben we allemaal gegeten bij de wok? Ja, wacht even, wat daarmee? Iets met vis. Vis. Vooral. Maar ook wel echt wel veel vlees hoor. Ja, die ouwe heeft genoeg gegeten gisteren. Nou, lekker man. Ja, als ik naar Thuisieboy ga, staat een oude knieter weer in de planning naar zijn vorige keer. Shit. Waar we krokodillenvlees hebben gegeten. Zo, echt heen. Dat is lekker, man. Zo'n nice tent, hoor. Ja, man. Zeker, man. Zeer goed. Heel veel boomtjes. Lekker groot ook. Ja. Dat was wel warm. Maar wat kut dat ze dat geen airco hadden, hè? Weet je nog? Geen echo, nee. We gingen buiten zitten. Oh, klopt man. Die shit was aan inderdaad. In plaats van dat een spook de klote rode schil van je weg kan. Nee. Ga ik jou inhalen? Ga ik jou... Nee! Nee. Oh, nee. Gelukkig. Ik kreeg een rood schild. Ik kreeg een rood schild, godgloeiende. Wat is dat? Waarom wijs je naar hem? Wat is dat? Oh, ik dacht ik ga je inhalen. Mee, kreeg ik een rood schild. Mag niemand rust drinken? Zometeen. Wil je nog één potje? Nee, ik moet er nog twee. Moet je na deze dan? Ik niet, ik vond het juist makkelijk. Kijk, kijk dan Mario Stadium. Ja, Mario Stadium, hoor. Dat is die andere gebleven, nou, oh, die is weg. Ja, die gaat, ja, die gaat de Gran Turismo spelen. Oh, zo, ja. Ze zijn lekker met z'n tweeën. Vind ik niks aan, niet mijn game. Nee, is ook niet mijn game. Ik vind Gran Turismo echt... Oké, ik ben echt nieuwsgierig voor die, ja, voor die nieuwe Metal Gear. In ieder geval voor die remake. Ik ben echt... Dat is je focus, jongen. Ja, dat is echt mijn focus. Ja, toch? Op één van die namen zonder wending. Maar het is geen 2023 game, denk ik, man. Ik ben Weet je, ik heb nog helemaal. Ik heb alleen voor filmpjes gezien, zeg maar. Dat is een remake, hè? En ja. Weet je, het ziet er tof uit. Ja, man. Maar nee, je kan er niks mee. Je moet echt gameplay zien. Het moet echt gameplay, juist. Misschien bij Microsoft, wie zal het zeggen? Nee, ik denk het niet. Nee, ik denk eerder misschien dan bij de Summer Game Fest. Maar het wordt ook geen PlayStation exclusive, hè? Nee, zo dan. Gelukkig niet, hè? Zo dan. Net als Marathon is ook geen exclusive. Nee, wow. Maar ja, Gus of shit. Ja, maar ook Gus of shit. Fuck that shit, bro. En toen werd die tering hard. Nee, yeah, right. 9 minuten. Oké. Dan weet je wel, een school. Ik zou eigenlijk. Oh, kut. Pleur ik het water in. Ik zou eigenlijk naar dit potje stoppen, maar als je wil. Als je over 9 minuten gaat racen, dan blijf ik nog even hoor. Doe het even zo, always dark. And don't even think about. Wat gebeurt er? Haha, lekker.
race ik wel even met jou nog mee. Lekkere open sessie, jongen. Hoe is het met je dan, Lois Dark? Ja, ja. Zo, gewoon verraad. Oh, ga maar zo spelen, kerel. Ja, aan de zijkant, ouwe. Oh, okay, hey, luister dan, okay, je hebt het gehoord, je hebt het gehoord, Salvo. Game Weekend, hè? I'll be there. Ja. I'm there. I'll be there. I'll be there. Wie is dat dan? Die zingt er... MJ, jongen, maar Mariah Carey heeft dat ook een nieuw. I'll be there. Oh, and I don't call my name. And I'll be there. Nee, zo. Oh, dip! Nee, je hebt zo'n mazzel, hè? Zo, ik zag dat ding langs me gaan, jongen. Want ik keek nog achter, ik zie die dat groene schoen zo schuif. Zag ik niet daar ergens op staan, Wendy? In poppetjes stond Wendy. Huh? Op een van je poppetjes stond Wendy. Oh ja, dat kan. Ja, die dochter van Bowser. Kukhoff is nog steeds die dochter van Bowser is dat. Nee, die Wendy. Die eeuw. Nee! Ik zei die eeuw. In de jungle. Echt, als Preston Bellen, serieus. Huisdieren toeliet. Daar was ik meegegaan. Want ik had het Camorri absoluut gewoon kunnen doen, weet je. Ik sta gewoon uit voor, weet je. Ja, wat doet. Gruwelijk. Jammer, man. Hier, dus, zie je? Gewoon, ja, weird man. Dat het niet veranderd is. Gewoon een soort honden, gewoon een, huis, een stuk voor huisdieren, weet je. Dat ze zich ook, dat ze gepamperd worden en shit. Ja, oké, okay, maar ik zou dat alleen niet vertrouwen als ze dan ook echt haar bij andere honden zet, terwijl ik er niet bij ben. Dat zou ik no zeggen. Dat zou eigenlijk gewoon in principe alleen moeten zijn wanneer ik dan, ja, zwembad ga of zo, weet je wel. Dan zou ze gewoon even alleen in de kamer zitten. Alleen in de kamer? Oh, dus je gaat jezelf limiteren. Ik ga verpresten. Nee. Hond alleen op de kamer, terwijl ik dan naar het zwembad ga, weet je wel. Dus, ja, maar dit is jouw eigen kamer. Ja hoor, heb ik ook gedaan toen ik zelf naar hotel ging in 2020. Ja. Oh, dus wacht even. Dus zeg maar, stel. Oké, dus je zou dan... Oké, nee, is goed. Want ik bedoel, heel simpel, als ik er niet ben, weet je, en iemand anders die Lara helemaal niet kent, en andersom ook... Maar jou nog flikker op met die kutboom maar aan. Nee, dat kan niet. Met andere woorden, zelfs als huisdieren toegestaan is, mag het toch geen fuck uit. Tot een bepaalde hoogte. Nou kijk, als ze zeggen van ja, wij gaan de hond, we gaan de hond verwennen, maar wij wordt ook niet bij andere honden, dan zeg ik ja, sorry, dat is een no-go. Ja, nee, met dit, het is wat het is. Ja, maar sowieso is het gewoon, sowieso is het gewoon, ja, sowieso, de bucketlist moet gevuld worden, dude. Dit is gaan. De bucketlist is dat ik nog naar Japan ga ooit. Je moet deze zeggen. Luister. Mijn zus moet met mij al gaan takkie over Japan volgend jaar, hè? Maar je moet nog steeds missen. Misschien ben jij ja, ik zou het gewoon doen dan. Jij weet niet, hè? Doe, dat gaat sowieso gebeuren. Wat volgend jaar? Nee, Japan. Oh. Ja, dat is er. Oh, die kans zit er heel groot in. Dan ben ik wel een jelly. Ja, maar weet je wat het is? Ik denk... mijn zussen zijn met mijn zwager in het begin van het jaar naar Curaçao geweest. Ja, maar... Ja. En dat heeft dusdanig echt, okay, zeg maar, deuren geopend om vaker op vakantie te gaan. Dat is real shit. Dat is nice, man. Mijn oudste zus vond het zo flex. Ze gaat in september weer. Foute shotgun, hè? Ze gaat in september gewoon weer. Zijn met mijn zwager. Ja, man. Sweet though.
Ja man, ja. Ik begin gewoon lekker met Preston, man. Dat ik daar gewoon door ga geven. Ja, maar zo, lekker man, zeker. Zo ga ik weer lekker die activiteit. Weet je, ik ga naar jou, naar Groningen. Natuurlijk ook naar Hengelo, weet je. Tenminste, ja. Ik heb al aangegeven een makkelijke naar het game weekend te gaan. Ik heb al sinds gewoon gezegd, jongens, ja, let's get it. Ja. Nou, ik heb Stefan ook gezegd van, hey dude, vanwege alles natuurlijk. Gozer, ja. Je bent welkom man, als je zoekt van even lekker weg daar en dan gewoon nog een keer met kom gerust hierheen. Ja, okay. Weet je ook, laat je hier wachten. Ja, dan hoor ik het niet. Ja, oké, okay. Nee, goed, dat ik het, goed dat je het zegt. Opletten. Zou jij het erg vinden, het is helemaal niet te sparen, maar dat hij dan, stel dat het gewoon puur tegelijk met jou zou vallen, zou je het erg vinden? Of helemaal niet? Nee. Maar ik kan heel snel bouwen. Ik wil sowieso nog, ik ga, ja wanneer weet ik niet, maar ik wil sowieso nog hem opzoeken. Ja toch, zeker. Omdat, dus waarschijnlijk komt dat wel verder te sprake, maar het moet wel goed vallen voor ons beiden, want misschien dat kan hij niet wanneer ik wel kan, snap je, en andersom. Juist. Ja toch? Maar nee hoor, ik heb daar geen bezwaar tegen. Nee, oké, nice man. Als we maar gewoon dezelfde activiteiten gaan doen. Oh, zeker, zeker. Ik vond het echt, ik vond dat zwemmen vond ik echt geweldig. Ja, dat was nice, hè? Echt belachelijk. En toen ging Jasper tegen de camera, dat was helemaal te zo. Nee, echt. Maar we waren wel gaar, hoor, daar niet van. Ja. Ja. Dat is zo, en hoe? Ja, maar bro, weet je, hoe vaak hebben we op die duikplank wel niet gesprongen? Ja, dat was zo. Dat zijn we niet meer gewend, man, op onze oude jaren. Nee, maar gewoon, we bleven maar springen, joh. Geweldig. Ja, man. Ja, 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 nee, man. Oh ja, weet je wat ook lekker zou zijn, Thijs? Ramen. Ja? Ramen weer chappen, man. Oh, ja, dus dat we niet alleen all you can eat gaan, maar ook naar de ramen tins. Dat hadden we vorige keer niet gedaan, dat was een jaar terug. Ja, goed dat nog een jaar terug, 2020. Ja, man. Ja. Wat netjes, hè? Was ook. Ja, zo, was super. Ik ben er ook echt helemaal niet meer geweest, ook. Ja, dit is heel goed, man. Al die even, weet toch. Het is gelukt om weg te rennen. Of, Je kon beter fout maken dan ik doen, toch, Dami? Ja, man. Wie is beter? Ik kom pas hier doen. Oké. Okay. Vond ik naar beneden. Dat was goed. Als ik niet meer. Ja, nu is beter, zeker. Hè? Hij zag er geen en Arnix, man. Dat, Ja, ik. Dat wordt wel. Ik ga dit weekend, denk ik, luisteren. Hangt er even een beetje vanaf of een maat van mij dit weekend wel of niet komt. Maar anders gewoon van de week. Maar ik wil het absoluut even goed gaan luisteren. Maar dan met de koptelefoon op, want via televisie is gewoon kut natuurlijk. Hè. Je wil even die dikke base hebben, natuurlijk. Sowieso met de headphones, B. Ja, daarom. En, maar ja, ik vind het wel een tof idee. Maar dan hoop ik inderdaad dat we dan echt helemaal vooraan gaan staan. Want dan zouden we als het goed is safe moeten zijn van die gekken, toch? Ik ben levende bewijs, dude. Jullie stonden echt gewoon safe helemaal vooraan. Bro, jij eigenlijk, als je gewoon naast me schuin had gestaan, was je ook safe. Maar op de duur werd je gewoon meegesleurd. Zeg maar. Ja. Als ja, die mospits ontstaan vaak een beetje in het midden, hè? Niet vooraan. Inderdaad. Ja, precies. Ja, zo pak een beet, inderdaad. We gaan voor. Always dark, you can joinen, man. Let's go. Ik kom er maar bij, we wachten op. Nee, dat. Ik ga ermee stoppen, Marciano. Is goed, man. Damian die wil. Oké. Okay. Nee, weet je, Sean en ik stonden naast elkaar, helemaal bij die, helemaal on the edge, on the stage bijna. En ja. Kijk, wat het wel was, is dat toen die marshmallow ontstond, toen begon ik ook gret te worden, maar ik hield me vast aan die vangrail, zeg maar. Dus ik zat als het ware Sean te dekken, en mezelf, en ik bleef gewoon rustig, man, rustig. Draaien, want ik weet toen ik me omdraaide, ik zag jou zo, op de duur zag ik jou. En ja, zoiets van, Mout, je dacht van, wat de fuck, toen vloog je helemaal naar achter.
En ja. Dan Bas ging gewoon mee duwen en shit. Ik dacht dus van, jongens, doe jullie je ding maar. Nou, ja, Bas wel, hè? Echt ja. Een rauwe douwer. Ja, ja, ja. Bas vindt het geweldig. Die denkt van, doe ja. Maar. Hè. Ik hoef het ook niet. Voor mij hoeft het ook niet. Nee. Maar ik heb zoiets van, ja, ik hou me gewoon vast en klaar, weet je. Misschien doe ik voor de zekerheid dan niet mijn goede sneakers aan. Want ik zou het toch zonde vinden als dat beschadigd gaat raken. Als ze boven mijn poten gaan staan of zo. Ja, zo. Nee, alsjeblieft niet. Nee. Alsjeblieft niet. Maar goed, ik ga dit even checken. En als ik zoiets heb van, ja oké, okay, dit zie ik wel zitten, dan ga je het voor me horen, hoor. Ik denk dat het wel je gaat dikken. Het is echt... Je vindt MOP toch tof? Ja, zeker wel. Nou, het is qua energie in hetzelfde straatje. Ja. Alleen zijn ze wel... Ze zijn wel wat feller. Ze zijn wel wat feller, weet je. Het is, heel hun image is echt dit... Dat is echt dat ruwe, weet je. De debuutalbum Back the Fuck Up, dat uitkwam in 1993. Dat wordt ook echt gezien als een classic. Omdat dat was echt een van de eerste, of het eerste album... Waarin echt die hype... Waarin echt mijn hype werd, weet je. Dat duwen en shit, weet je. Dat zij zijn een van die pioniers, weet je. Dus ja. Ja. Kale koppen. Ja. Je hebt internet. En dan heb ik zeg, man, ik had graag echt de setlist willen zien. Want dan kan ik echt die nummers inluisteren, snap je? Dat ik echt zit, ik ken dit. Maar ja. Ja, ze hebben wel aardig wat uitgebracht, maar het is niet overtollig, zeg maar. Nee. Als je gaat kijken naar... Ik zit erover te denken om het op misschien op Reddit te vragen, man. Reddit heeft ongetwijfeld een hip-hop sectie. Waar hebben ze geen sectie van, weet je? Echt, en dan kan ik gaan vragen, hey... Toevallig iemand geweest bij hun show en is het vaak een beetje dezelfde soort setlist. Dat heb ik al eens eerder gedaan hoor, met een bepaalde show. Tech 9 heb ik toegevraagd. Ja man, Tech 9. En toen zeiden ze van ja, Tech 9 dat varieert heel erg. Ja, dat is super veel gedropt, weet je. Dat gaat nergens. Ja. Zo. Meer dan 20 albums, hello. Ja, dat is crazy. Oké. Ik zie, gaat het om, wacht, Always Dark, gaat het om worden denk je? Of heb je zoiets van, ik hou het voor gezien? Want dan ga ik die stream afsluiten anders. Even wachten. Had je ook gehad hem denk ik in worden. Cool man. Aight. Nee, dan ga ik hem ook. Dan ga ik hem mee ophouden. Het was een hele leuke stream. Yes sir. Yes. Wacht voor even de party weer. Nou jongens, zoals jullie hebben gezien, hebben we aardig wat leuke geitjes gedaan met het racen. Ik ben er heel erg blij mee. Het is, I am very blij. Ik ben ook vooral blij met de donatie van Moving Steam. Echt super dope. Echt big up. Echt super big up. En we gaan lekker reden, man. Het is klaar. Ik begin ook langzamerhand moe te worden. En we in this, man. We in this. Wie gaan we even raiden? Who we gonna raid? Laat maar even een nieuwe cat raiden. Dat is altijd wel even leuk om te doen, you know what I'm saying? Hoedje van Samir. Dat was wel leuk. Woody Woodpecker 68. Heeft hij een camera? Dat heeft hij niet. Oké. Ik zie dat Salvo... Lekker Call of Duty gaat spelen. Miss Moata. Hey. Maar is Miss Moata... Oké, ja. We gaan naar Miss Moata. We gaan Miss Moata aan... Maar spreekt zij... Wacht. Kijk of ze Nederlands spreekt. Oh, ik zie sleutels hierboven. Ik kan sleutels pakken. Ja, dat is het. Gaat ze met... Oké, cool. Nou, we gaan Miss Moata. Lekker, man. Hey, boy... Oh, wacht, even. Boys and girls, heel erg blij voor het... Heel erg bedankt voor het kijken naar de stream. MC The Tick signing off. Rating Miss Moata. Keep it locked, keep it loaded, keep it gangster. Mentally, not physically, otherwise you're gonna get yourself killed. And we out. Peace.